En we zijn weer terug hier in Groningen bij de Bouw Select Marathon. Mijn naam is Jan Verloon en bij mij staat Jan-Martien van der Wetering. Welkom Jan-Martien. Ja, dankjewel. Jij hebt niet net zoals ik de hele dag al die wedstrijden bekeken, hè? Nee. Dus je bent, nee, ik heb op Insta van de KNSB heb ik van schaatsen.nl wel wat uitslagen voorbij zien komen. Maar niet, vanmiddag was ik er nog niet bij. Nee, dus ik ben nog vers. Ja, vandaag in Groningen al vanaf het einde van de ochtend het NK Jeugdmarathon en het NK G-schaatsen. Hele mooie wedstrijden gezien. Toch ook wel wedstrijden waar heel veel aangevallen werd. En de aanval loont hier in Groningen. Dat hebben we ook vandaag gezien. Veel aanvalspogingen die het redden tot de finale. We gaan kijken of we dat hier in de topdivisie ook gaan zien. We gaan zo dadelijk beginnen met de topdivisie dames. We gaan natuurlijk even snel een blik werpen op dat klassement. Aan de leiding staat al wekenlang Maaike Verwij. Zij heeft 230,1 punten. En ze is wel min of meer zeker. Nou ja, nog niet helemaal. Maar ze heeft een dikke 20 punten voorsprong op haar grootste concurrente Esther Kiel. Die heeft 208,4 punten. Op de derde plaats staat Merel Bosma met 194. En het gat met de rest van het veld, ja, dat is toch wel groter. Dus die drie dames die gaan uitmaken wie de Marathon Cup gaat winnen. Vandaag in Groningen is de voorlaatste wedstrijd. De laatste wedstrijd is over 3 weken in Leeuwarden. En ja, dat klassement, dat is toch wel beslist, Jan-Martien. Of kan er nog alle kanten uit? Ja, dat kan toch. Een klassement kan altijd nog alle kanten uit. Ik bedoel, kijk, we hebben het zelf ook wel eens gehad met MK Basics. Dat, dat het heel spannend was. En dan was het na één valpartijtje was het ineens niet meer spannend. Dus wat dat betreft kan dat natuurlijk aan alle kanten. Binnen 2 minuten of 2 seconden kan het weer op de kop staan. Maar als Maaike gewoon blijft staan. En die heeft natuurlijk een hele sterke ploeg bij zich vandaag. Dus die kunnen zelfs met een valpartijtje, als het niet in de laatste 2 ronden gebeurt, kunnen ze nog wel het een en ander recht zetten. Irene is er natuurlijk, Marijke is erbij. Dus die zullen die cup niet meer laten lopen, denk ik. Ik neem aan. We zijn weg, hè? We zijn weg. U heeft het gehoord. Het startschot heeft geklonken. We zijn weg voor 80 rondjes bij de dames. En Jan-Martien, je noemde het net al natuurlijk. Vandaag niet in Polen Marijke Groenewoud en Irene Schouten. Maar die verkiezen de marathon in Groningen als voorbereiding op het WK afstanden. Als je het aan mij vraagt, toch wel een verrassende keus. Nou, ik vind het niet zo verrassend. Want zeker Irene heeft natuurlijk de laatste weken echt laten merken dat ze een beetje tot aan de nek, in de sores zal ik niet zeggen, maar die zit gewoon niet zo heel lekker in de vel qua lange banen en qua drukte en weet ik het allemaal. Dus die heeft echt aangegeven van ik wil gewoon nog een aantal trainingsweken hebben voor het WK. En dan geeft een marathonnetje haar toch veel minder stress dan een World Cup met een hoop gereis en waar je een aantal dagen van tevoren weer moet zijn, weer terug moet komen of daar moet blijven. Irene is natuurlijk, die heeft heel vaak al gezegd van ik ben net zo lief niet van huis als wel van huis. Dus die zit nu gewoon een aantal weken denk ik gewoon thuis. En in die zin snap ik de keuze wel dat je zegt van daar pak ik wat meer rust en een trainingsblok in plaats van dat gereis naar die World Cups. En voor ons is het ook mooi dat ze hier is, want het is natuurlijk enorm uithangbord van die marathons. En ze vinden het ook belangrijk. Ze willen denk ik ook die Maastart nog gaan winnen op dat WK komende week. Dus dan maak je hier een hoop rondjes en daar heb je dan op die Maastart in ieder geval wel weer profijt van. Dus die keuze snap ik eigenlijk wel. Ja, dus Irene Schouten gewoon in Nederland, niet in Polen. Vorige week in Eindhoven leek dat een goede keus, want ze won daar de wedstrijd. Op toch wel indrukwekkende wijze hoor. Ze reed heel veel op kop. En uiteindelijk won ze toch vrij eenvoudig dat sprintje. Ja, Martien, Marijke Groenewoud is ook hier. Die won vorig weekend. Ik zeg het nogmaals, die won vorig weekend een 1500 meter in wildcupverband. Kiest er dan voor om niet die tweede wedstrijd daar in Polen te rijden. Lekker naar huis te gaan en hier de marathon in Groningen. Dat is toch wel verrassend. Ja. Ja, en ik denk dat daar echt de hand van Jillet wel in zit. Dat die, die hebben gewoon met de coaches waarschijnlijk overlegd en gezegd, dit is genoeg. Je hebt genoeg. Het schijnt dat hij een privéjet in wilde vliegen om en te doen, maar dat niet kon. Dat zou ook wel weer bij Jillet passen. Om gewoon, dan heb je natuurlijk alle spotlights wel weer echt op je eigen team staan. En ze hebben natuurlijk wat dat betreft wel vaker gekke dingen gedaan. Met 5 uur finish en 10,5 en 7 uur aan de start staan in Deventer bij een marathon. Dus ook dat zou zomaar kunnen, maar
Ja, ik denk dat Marijke genoeg zelfvertrouwen heeft op die 1500. En dat ze eigenlijk hetzelfde als Irene. Hè? Nog een trainingsblokje pakt en gewoon wat meer rust pakt en wat meer thuis is. Er zijn heel wat lange baanschaatsers die denken, die Jillet, die is echt gek. Zo'n meisje echt in topvorm, ze heeft die snelheid te pakken, ze heeft die winning mood. Waarom zou je dat nu verpesten, en dat zeg ik tussen aanhalingstekens, met een marathon op het ijs van Groningen? Daar is toch ook wel ergens een puntje. Ja, maar ze pakken gewoon 2 weken ijs in T-half door de week. He, ze zitten natuurlijk nu de hele week in T-half, komende week zitten ze ook nog in T-half. En Jillet die zegt dan waarschijnlijk gewoon van nou, dat is zat, dat is genoeg, we kunnen daar genoeg doen in zo'n week. Op goed ijs, op het ijs waar het straks op moet gebeuren. En dan kiezen ze daarvoor. Ja, ondertussen zijn de dames al een aantal ronden bezig. Hier en daar wat schermutselingen. Maaike Verweij daar in dat oranje pak. Toch wel verrassend dat zij eigenlijk het hele seizoen zo steady en goed is. Zij heeft haar slag wel echt geslagen in het eerste deel van het seizoen. Want in het tweede deel van het seizoen komt Esther Kiel toch wel heel snel dichtbij, hè? Ah, Esther heeft natuurlijk 3 of 4 gewonnen achter elkaar. En dan, dan maak je natuurlijk ook in zo'n klassement maak je natuurlijk enorme sprongen. En als Maaike, die is dan natuurlijk niet altijd automatisch tweede als Esther Kiel wint. Dus dan komen er echt gaten en puntenverschillen in zo'n klassement. Ja, en dan wordt het uiteindelijk toch nog weer een beetje spannend. Ja, een punt of 20 het verschil. Natuurlijk nog 2 wedstrijden te gaan. 1 valpartij en het gat is gedicht. Ja. Sterker nog, het gat is gedicht en Kiel zou kunnen uitlopen. Dus het klassement nog zeker niet beslist. Ook bij de topdivisie heren is dat zo. Daar is het echt nog veel spannender, maar daarover later meer. We gaan eerst kijken naar die dameswedstrijd. En hier in de aanval zien we Merel Bosma. Ja, die is jou natuurlijk niet helemaal onbekend. Nee, dit komt me heel bekend voor. En dit is ook, hier staat ze echt in de kracht. Gewoon rammen en we zien aan het eind wel hoe het allemaal moet. En ze zijn ook gelijk met z'n vieren, komen er waarschijnlijk nog weer 3 aansluiten. Dus dan heb je gewoon direct een mooi groepje. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, dat er gewoon gekoerst wordt. En ik hoop eigenlijk ook dat Irene zich daar ook mee gaat bemoeien. En niet in de zin van we houden alles bij elkaar, maar gewoon meerammen met die kopgroepen. En kijken of je weg kunt rijden met zo'n groepje. Die ploeg van BDM BTZ kent een heel erg goed jaar. Esther Kiel al eerder genoemd, natuurlijk enkele overwinningen. Ineke Derde natuurlijk, open Nederlands kampioen op de Wijzee. Ook kunstijs was zij vlak voor de Wijzee al heel erg goed. En dan hebben we natuurlijk Merel Bosma, die heel veel podiumplaatsen heeft gereden dit jaar, maar nog niet gewonnen. Dat begint toch ook op een gegeven moment wel te knagen, zou je zeggen? Ja, dat denk ik ook. En daar heb ik zo af en toe met Merel ook wel wat gesprekken over. En die Merel die wil gewoon voordat ze stopt. Ik bedoel niet dat ze nu van plan is om te stoppen, maar die wil gewoon 1 of meer wedstrijden op natuurreis winnen. En, maar goed, dat kan ze ook op de baan. Hè. Ik bedoel, we staan nu te kijken naar een kopgroepje waar ze nu in zitten. En er zijn eigenlijk maar heel weinig kopgroepen waar Merel niet in kan winnen. Alleen, het lukt haar niet zo makkelijk. En dat heb je natuurlijk bij Harm Visser nu een beetje gezien. Die wint er 1, die wint er 2. En zo is het vaak wel hoe het dan gaat. Je moet wel echt over die streep. Want mensen die zich daar net iets minder druk om maken, omdat ze al wat gewonnen hebben, die durven vaak ook wat meer risico's te nemen in de koers. En ook in finales. En dan komt het vaker naar je toe dan dat je heel krampachtig probeert om zo'n wedstrijd te winnen. We zien trouwens ook precies nu dat Irene oversteekt naar die kopgroep. En ook zo makkelijk rijdt ze in de tijd van een halve ronde, rijdt ze gewoon een gat van 75 meter dicht. Ja, hele grote kopgroep. Een dame of 10 ligt afgescheiden van dat peloton. We zien dan inderdaad in het rood-wit-blauw met de handjes op de rug Irene Schouten dat gat dichten. En die ziet als ze voor zich kijkt haar ploeggenote Marijke Groenewoud daar ook zitten. En het oranje leiderspak, het pak wat ze als team eigenlijk moeten verdedigen natuurlijk, dat komt er wat achteraan. Maar die komt er ook wel naartoe. En ik denk dat straks over een kleine ronde dat het peloton weer helemaal in elkaar gaat schuiven. Je bent natuurlijk al heel lang betrokken, Jan-Martien, bij dat marathonschaatsen. Zeker ook bij dat damesmarathonschaatsen. Nu hebben we een aantal wedstrijden gehad op de Wijzerzee. Nu hebben we weer 2 kunstijswedstrijden. Gaan we straks weer naar natuurreis en gaan we weer terug naar kunstijs. Hoe moeilijk is dat om steeds tussen die, ik noem het disciplines, te schakelen? Nou, dat is best wel lastig. En dat is vooral mentaal lastig. Hier rijden natuurlijk een heleboel meiden rond die die natuurreis heel belangrijk vinden. Dus die daar echt helemaal op gespitst zijn om het goed te doen straks ook weer in Luleå. En dan vind ik vooral voor die laatste finale, eigenlijk had het gewoon klaar moeten zijn voordat we naar Luleå gaan.
Want die finale in Leeuwarden, kijk, er zijn mensen die je krijgt valpartijen in Luleå. Je krijgt mensen die er gewoon helemaal klaar mee zijn. Die eigenlijk denken van, nou, hè, we hebben natuurreis er nu op zitten. Ik heb mijn doelen gehaald. Of ik ga mijn doelen helemaal niet meer halen dit jaar. En dan komt zo'n finale in Leeuwarden komt echt wel een beetje als mosterd na de maaltijd. En ook daar zijn wel weer mensen die zeggen, nou ja, ik wil toch nog in Leeuwarden natuurlijk een mooie wedstrijd ervan maken. Maar qua planning zou ik denken, een weekje later naar Luleå, volgende week Leeuwarden bij wijze van spreken, daarna naar Luleå. En dan is iedereen klaar, blij dat die competitie erop zit. En dan kun je daarna gewoon op natuurreis, iedereen kan dan zijn ding doen. En dan kun je terug in het vliegtuig gewoon zeggen van, nou, dit seizoen zit erop. Leuk feestje bouwen in Zweden. Feestje bouwen. En daarna kunnen de schaatsen letterlijk in het vet. En we gaan ons weer voorbereiden op volgend jaar. Maar op de een of andere manier is dat, er is nooit een vaste planning in dat hele gebeuren. We hebben ook wel eens gehad dat het wel helemaal klaar was. En dat je echt natuurreis, zeg maar, helemaal aan het eind achter elkaar kreeg. En dan was de competitie al klaar. Maar nu, dit jaar is het wel extreem gehusteld, voor mijn gevoel. Hier naartoe, weer terug, één wedstrijdje, weer weg. Of twee wedstrijdjes en dan weer weg en dan kom je terug en dan moet het nog een keer. Ja, voor mijn gevoel is dat wel een aantal jaren zo hoor. De Leeuwarden is op zich nu wel redelijk stevast de laatste wedstrijd van het jaar. Echt een mooie afsluiter van het seizoen. Mooie hal, ja. Natuurlijk vaker een groot feest erbij. Ja. Aan de andere kant, hè, de kampioenen straks in Zweden en eventueel van de natuurreis in Nederland. Nog één keer allemaal bij elkaar in toch wel de marathonhoofdstad van Nederland. Want zo mogen Leeuwarden natuurlijk wel doen, hè, met de start en finish natuurlijk van de Elfstedentocht. Om daar het seizoen af te sluiten met een feest en de lente ingaan. Ja, dat klinkt eigenlijk ook niet zo heel raar natuurlijk. Sporttechnisch zou ik, denk ik, als ik nog marathonschaatsen was geweest, het liefst gewoon de schaatsen in Luleå laten en lekker klaar zijn met het seizoen. Want dan weer je schaatsen aantrekken voor Leeuwarden. Ja. Ja, dat is niet ideaal natuurlijk. Moet je eerst je buizen weer wisselen. Ja, ondertussen hebben we een valpartijtje gezien van Femke Mossinkoff. Ah, dat is toch jammer. Dat is een van de smaadmakers van dat peloton. Die rijdt nu op een 100 meter achter dat peloton. En we zien aan de voorkant van het peloton dat een teamgenote demereert. Ik denk dat hij al gedemereerd was en dat niet ziet. Maar dat is toch hoogst ongelukkig. We zien inderdaad een demarrage van Eline Jansen. En dan is het Femke Mossinkoff die achter het peloton aan moet. En dan wordt het heel lastig hoor. Dat wordt heel lastig om dat gaatje te dichten. Dit is echt, voor zo'n schaatser is dit het meest balen wat je kan overkomen. Gewoon, het gaat natuurlijk vol gas nu voorin. En nou ja, ze ligt eigenlijk gewoon een halve ronde achter op Eline Jansen. Ja. Ze moet hopen dat het peloton gaat staan. Ja. Maar goed, die hele ploeg is nu gefocust op, hey, er rijdt iemand van ons voorop. En er gaat nu ook niet direct iemand wachten op iemand die gevallen is. Met het risico dat je er dan twee kwijt bent. Dus wat dat betreft heeft ze echt alle pech van de wereld. Ja, dus laten we hopen dat Femke Mossinkoff nog wat extra energie vindt. Die had ze natuurlijk wel tijdens haar werelduurrecordpoging op natuurreis. Dus ze kan het wel heel lang in haar eentje rijden en een hoog tempo houden. Maar dit wordt toch heel lastig hoor. Ze moet echt hopen dat het peloton nu een tijdje rechtop gaat staan. Maar haar ploeg lijkt toch niet in de gaten te hebben hoor, dat zij er vooruit rijdt. Want die blijven aanvallen. En omdat die ploeg het gas erop houdt, kan zij niet terugkomen. Dus hoogst ongelukkig van die ploeg. Maar waarschijnlijk weten ze het niet, Jammertien. Nee, er moet even een ploegleider plat op de baan gaan liggen aan de overkant. Want Eline is nu van kop af en nu valt het wel stil. Dus, maar goed, ze heeft inmiddels nog steeds meer dan een halve ronde achter. Ik denk dat Femke zich gewoon moet richten op Luleå voor deze week. Want ook dat kan ze natuurlijk. Is ook wel lekker ergens, hè? Dan heb je gewoon net even iets meer voorbereidingstijd dan de rest van de peloton. Ja. Ja, dat half uurtje heb je hem weer te pakken, hè? Ja, precies. En iets minder rondjes in de benen. Ja, we zien aanval na aanval. Nu Lusanne van der Geest aan kop van dat peloton. Nog niet echt een demarage waarvan je denkt, dat is op het scherp van de snede. Dat gaat gelijk voor een groot gat zorgen. Nee, dat is zo. Maar als je aan de achterkant van het peloton kijkt, zie je nu wel wat er net drie ronden geleden gebeurd is. Zeg maar. Er zijn nu gelijk 2, 4, 6 meiden, 7 meiden die eraf liggen. En dat is natuurlijk echt zwaar in nadeel van Femke. Je hebt nu een enorme tempoversnelling gehad. En als ze nu de eerste meiden in gaat halen, dan is ze nog niet bij het peloton. Dus dat is gewoon hartstikke zwaar voor haar. Ja, nu zien we een aanval van de reizen van Team Turn. Dat is Dieltje van Kalken en Luna Jonkers. De specialisten van Zweeds natuurreis, moeten we zeggen. Op natuurreis en ook op kunsthuis rijdt ze natuurlijk hartstikke goed. Maar vorig jaar in Zweden was het toch wel zeer indrukwekkend met de Nederlandse titel daar op natuurreis. Ja, we gaan bijna naar Zweden. Dus ja, Luna Jonkers die rijdt van voren. Ja.
Ja, Luna moet dit jaar weer wat laten zien. Anders was het een soort eendagsvliegactie, zeg maar. Dat is een beetje jammer, want dit jaar op de Weissensee kwam ze natuurlijk niet zo aan de bak als vorig jaar in Zweden. Maar goed, we hebben wel direct een grote kopgroep. Ja, een hele grote kopgroep. Een stuk of 10, 11, 12. Er zitten twee dames bij van Albert Heijn Zaanlander. Dat is toch, dat is toch wel alle hens aan dek hoor voor de rest van dat peloton. Want nou ja, de klassementsleider zit erbij. Precies, maar dan is het ook gelijk klaar. Ja. He, als dit rondgaat, dan is het voor het klassement ook gelijk gebeurd. Want dan is Maaike gewoon, die wordt dan minimaal 10e of 11e. Ja, maar Esther Kiel zit er ook bij. En ja, als, mocht Esther Kiel winnen... Dan kan ze nog niet de cup winnen. Nee, maar we hebben natuurlijk nog een wedstrijd te gaan. Ja, we hebben natuurlijk nog Leeuwarden. Dus ze kan het gat wel kleiner maken. En in ieder geval overbrugbaar met die finale in Leeuwarden. Ja. Maar goed, twee dames van Albert Heijn Zaanlander erbij. Dus wat gebeurt er in dat peloton? De derde van Zaanlander rijdt gewoon even nog het gat dicht. Nou, het gat dicht. Ze gaat natuurlijk springen. En dat zal ook haar idee zijn. Want het is Maaike Groenewoud die heel hard rijdt. En binnen een ronde denk ik die overstap maakt naar de kopgroep. Ja, maar je ziet daarachter dat ze is ook gelijk een springplank voor de rest van het peloton. Dus iedereen gaat zo weer aansluiten. Ja, dan zou je soms denken dat de ploegleiding op het ijs ligt en zegt, wat doe je nou? Maar ik denk dat Jelle Adema denkt, dit is prima, want we willen met drie dames in die kopgroep zitten. En voor de wedstrijd is dit natuurlijk wel leuk, want dit was niet een kopgroep waar we eigenlijk de hele wedstrijd naar willen kijken, denk ik. Alle goede rijders zaten erbij. En het peloton schuift dan ook weer helemaal in elkaar. Terwijl Femke Mossikoff de ene naar de andere achterblijver oppikt. Maar goed, het zijn nog steeds achterblijvers. En ze rijden nog steeds een halve ronde achter dat peloton. Dus dat wordt heel erg lastig. De aanval van Tessa Snoek. Een mooi moment in de wedstrijd. Het is net een aantal ronden hard gegaan. Dat zie je, Jan-Martien zoals je ook al zei, dat zie je aan de achterkant van het peloton. En als je dan kunt aanvallen, dan ben je wel goed in orde. Ook daar wordt direct weer op gereageerd. Hè? Dat is, Irene sluit zelf direct weer aan. En als Irene gaat... Dan gaat iedereen. Dan gaat iedereen mee. Want iedereen denkt, nu moeten we toch even hard rijden. Ja, we zien ook de Italiaanse Laura Lorenzato meteen reageren. En dan is er opnieuw een team Zaanlander Albert Heijn. Een dame die daar van voren rijdt. Dat is Maaike Groenewoud. Marijke Groenewoud natuurlijk. Groenewoud. We hebben natuurlijk Ineke Dedde nog niet gezien. Nee, maar dat is dit seizoen al wel vaker zo geweest. Je denkt, ze doet niet mee, ze is niet helemaal goed. En dan komt de finale en dan is ze daar ineens en wint ze de wedstrijd. Maar ik weet nog, toen wij vorige keer in Heerenveen zaten, zeiden we ook, we hebben Ineke nog niet gezien, maar toen won ze wel. Ja. Een week voor de Weissensee. En die is natuurlijk specialist in, kansje afwachten. Even zelf inschatten van, dit kon wel eens wel helemaal goed komen en dan toch erbij zitten. Ja, nu weer een aanval van Irene Schouten. We hebben dat natuurlijk gezien tijdens de Maastart-wedstrijd, tijdens het NK. Aanvallen kan ze natuurlijk ook. Heel lang alleen rijden en dat tempo hoog houden. Dat hebben we natuurlijk ook wel gezien op die 3 en 5 kilometer op de lange baan. Maar ook in de marathon houdt ze daar wel van hoor. Lekker aanvallen en zorgen dat iedereen flink moet afzien. En dat is wat ze aan het doen is. Zien we dat Esther Kiel achtervolgt en Marijke Groenewoud. Ja, dat zijn misschien wel de drie beste marathonschaatsers van dit moment, samen met Ineke Dedde. Ja. En die gaan het niet heel snel eens worden, schat ik zo in. Zeker niet als daar twee rijders van Team Zaanlander bij zitten. Nee, maar zie je hoe makkelijk Laura Lorenzato aansluit. Die wipt toch echt heel makkelijk die 10, 15 meter even dicht. Ja, die komt er ook echt aan, hè. Die heeft natuurlijk op de Weissensee ook al goed gedaan. Een mooie rijdster, echte aanvalster. Kan ook 20 keer achter elkaar aanvallen. En dan ook nog sprint aan het eind. Ja, het is natuurlijk mooi om te zien die internationalisering van die marathonsport. We hebben in het verleden natuurlijk al wat Italiaanse mannen gehad. En nog steeds die goed meedoen. Denk aan Fabio Francolini, Daniel Niero. Nu hebben we dus ook na Francesca Lolo Brigida weer een Italiaanse die toch goed meedoet. Terwijl we nu een aanval zien van Merel Bosma. Het peloton begint behoorlijk uit te dunnen. Dus het is toch een beetje teken dat er wordt iedere keer zo hard aan de boom geschud dat
we nu nog geen kopgroep hebben, maar we zijn nog niet eens op de helft. En we zijn al echt 20, 30 meiden denk ik nu kwijt uit dat peloton. Dus dat wordt in de tweede helft van de koers alleen maar erger, denk ik. Ja, ik gok erop, we krijgen geen massasprint. Oké, ik denk van wel. Maar goed, weet je, dat is natuurlijk leuk. Ja. Het komt misschien ook deels omdat het een zogenaamde doorstroomwedstrijd is. Dus de beste belofte dames mogen vanavond hier in Groningen meedoen. Ja, en dat zijn toch dames die net op dat randje zitten van dat niveau. En als het dan inderdaad een aantal ronden heel hard gaat, dan zijn dat ook vaak de dames die het als eerste moeilijk krijgen. En ja, dat zorgt er wel voor dat we naar een echte afvalwedstrijd zitten te kijken. Aan de voorkant laten de dames elkaar niet gaan. En aan de achterkant vallen ze er bij bosjes af. Zien we daar aan de buitenkant nu Jade van der Molen een aanval plaatsen. En die krijgt enkele dames met zich mee. En als er dan de benen stil wordt gehouden daardoor in van Team Turner, dan is dit misschien wel een groepje dat kans van slagen heeft. Niet meteen de dames die je meteen verwacht, maar wel de dames van de tweede rij die zitten erbij. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Hè? Dat die juist zo'n groepje waarvan iedereen denkt, nou ja, prima. Dat laten we maar eens even gebeuren, want dat uiteindelijk wel wegkomt. Ja, we zien daar de klassementsleidster Maaike Verwij bij. En dan kijken we natuurlijk meteen naar Esther Kiel. En die mist de slag. Haar ploeggenote Elsemieke van Maren zit er wel. Maar Esther Kiel zit er niet bij. En dan ben ik toch benieuwd of ze dit door laten gaan. En ik ben ook benieuwd of de ploeg van Jillet Anema dit goed vindt. Want het is natuurlijk niet 100% zeker dat Maaike Verwij dit zomaar even wint. Want het is een kopgroepje met meerdere snelle dames. Alleen voor het klassement zou dit natuurlijk wel een hele goede ontwikkeling zijn. Rosa Blokker gaat nog aansluiten. Tenminste, dan moet ze wel opschieten. Ja, een mooi gaatje. Rosa Blokker natuurlijk de nummer 2 van de alternatieve Elfstedentocht. Bezig aan een goed tweede deel van dit seizoen. En die moet nog een heel klein gaatje dichten. Maar ook zij gaat die aansluiting maken. En dan gaan we een dame of 10 aan de leiding krijgen. Daarbij zitten Maaike Verwij, Elsemieke van Maren, Laura Lorenzato, Tesso Snoek, Jade van der Molen, Evie Gelling, Sarah van Vliet, Bo Wagenmaker, Rosa Blokker en Nienke Smit. En dan gaan we ook kijken wat er in dat peloton gaat gebeuren. Nou, voorlopig nog niet zo heel veel. Nee, het is de ploeg van Ramshorst Renault die in ieder geval niet tevreden is met deze situatie. Als we naar de kopgroep kijken, dan zien we wel een rijdster uit die formatie daarbij zitten. Maar daar gaat helemaal aan de achterkant van het peloton. Het is mooi om te zien, kijken of de camera dat ook in beeld kan nemen. Marijke Groenewoud en Irene Schouten, die gaan met z'n tweeën proberen die sprong te maken. Het is een halve ronde, het is iets meer dan 100 meter. Maar die twee dames van Team Zaanlander Albert Heijn, die gaan hier springen. En dan gaat het hard, hè? Dan gaat het heel hard. En dan is het peloton natuurlijk wakker. En ben ik benieuwd waar Esther Kiel blijft. Ja, die komt er nu aan. Zit inmiddels ook op de springplank. Maar die meiden hebben gewoon... Niemand heeft natuurlijk de snelheid van Irene en Marijke. Want die rijden gewoon in een rondje daarheen. En dat gaat Esther gewoon 2 ronden minimaal kosten. Dus als ze er al komen. Ja, dus we gaan straks natuurlijk ook even kijken naar de transpondertijden. Want dit wordt wel een interessant rondje hoor. We gaan even kijken in wat voor rondetijd die twee dames daar naartoe zijn gereden. En we gaan kijken. Een rondje 28-4. Dus die twee dames van Albert Heijn Zaanlander rijden zo even na een rondje of 40 koers even een 28er. Dat geeft maar aan hoe hard het kan gaan in die marathon. En ja, Esther Kiel, 2 rondjes zei Jan-Martien. Ik denk dat het nog iets langer gaat duren. Het verschil was 2 seconden. Dus ze verliezen gewoon dan op dat moment eigenlijk alleen maar op Irene en Marijke. En ze komen er dan uiteindelijk misschien met het hele peloton weer bij. Maar Irene rijdt ook direct door. Hè. Die gaat gelijk op kop. En nu gaan er een paar in die kopgroep. Die schrikken zich helemaal te pletten. Ja, het is er op en erover. En dit doet me een beetje denken aan de eerste wedstrijd in Amsterdam. Waar ze dit ook probeerden. Ja. Met de hele ploeg in de aanval. En maar kijken wie dat allemaal kan bijhouden. En inderdaad, het gaat nu heel hard door daar in de kopgroep. En de dames van BDM BTZ, ja, die rijden allemaal 10 meter uit elkaar. Ja. Dat is natuurlijk ook niet heel handig. Die kunnen zich beter groeperen aan de voorkant van het peloton en kijken of ze dat gezamenlijk kunnen doen. Het is nu de ploeg van Jillet Anema tegen BDM BTZ. Ja, Maaike die trekt ook gewoon een volle ronde vol door. Kijk, die meiden zijn ook niet gek. Die zien ook wel van ja, heel BDM BTZ zit nu op 30, 40 meter. Dus dit is wel het moment in de koers waarop je nu, als je dit 3 rondjes vol kunt houden, dan hebben ze echt een probleem.
En je ziet nu al op kop van die kopgroep dat Irene gewoon het heft in handen neemt. En ook wel ziet van nou, we gaan nog eens even een slagje gas erop geven. En dan zien we over 3 rondjes wel of ze er wel of niet bij zijn. En dat is natuurlijk wel mooi, hè? Ja, dit is een mooie situatie in de wedstrijd hoor. Zeker voor de neutrale kijker. We hebben een hele mooie strijd. Het peloton volledig uit elkaar geslagen. Op dit moment aan kop, daar in die kopgroep Irene Schouten en Ineke Dedde. Die rijdt dan op kop van dat peloton. Die willen daar naartoe. Maar dat wordt heel lastig hoor. Want de 3 dames van Jillet Anema zitten in die kopgroep. En die gaan natuurlijk samenwerken. En Jan-Martin, ik zag zo net gewoon de Italiaanse Laura Lorenzato meedraaien in die kopgroep. Ja, dat zei ik net al. Die is echt, heeft een enorme sprong gemaakt dit jaar. Rijdt gewoon ontzettend goed. En dat is er wel één die vandaag of morgen zomaar een keer een wedstrijd kan winnen. Kijk, en nu moet Esther zelf aan de bak. Want Ineke die heeft... afgegeven, maar ik heb niet het idee dat het gat kleiner is geworden. Nee, ik heb ook niet het idee dat het gat heel snel heel veel groter wordt. We zagen net Marijke Groenewoud op kop van die kopgroep. Maar die had een gaatje op haar ploeggenoten, Maaike Verwij. En ze reed eigenlijk net wat te hard, Marijke Groenewoud. Dus zij moeten zorgen dat ze misschien iets langer op kop rijdt en de tempo hoog houdt. Willen ze deze voorsprong houden. Want het gaatje is nog niet beslissend hoor. Het is een meter of 40. Het is niet heel groot. Nee, de rondetijden zijn ook precies gelijk van de kopgroep en de eerste mensen 32-7 om 32-6. Dus het is nu echt status quo, het is nu gewoon een kwestie van wie geeft er als eerste op. En de ploeg van Ramsos, de Renault, die ene rijdster die ze net erbij hadden weer kwijt. Dus die gaan nu ook vol gas geven. Ja, en in die kopgroep is het team van Jillet Anema flink aan het gas geven. Marijke Groenewoud op kop, Irene Schouten erachter en Maaike... Wij kan dat hoge tempo eventjes niet volgen. En die willen ze natuurlijk wel heel graag mee. Want ze weten natuurlijk ook, wij willen heel graag die wedstrijd winnen hier in Groningen. Maar we willen ook een beslissend slagje slaan hier in Groningen in dat klassement. En dat doen ze als ze ervoor zorgen dat Maaike Verwij wel een rondje pakt. En Esther Kiel niet. Ja, BDM, BTZ is nu overgeleverd aan Renault Ramshorst. Want die kunnen het zelf op het moment niet doen. Dus die gillen nu om hulp van iedereen en voorlopig krijgen ze dat nog van Renault. Maar ja, ik zou dit niet doen als ik Ramshorst was. Kijk, nee. Je weet dat Esther, die staat tweede in het klassement, dit gaat om de cup. En zij bemoeien zich nu zo met die wedstrijd, terwijl ze eigenlijk, ja, wat hebben ze nog verder in die groep, nog 2 meiden. Ja, het is natuurlijk, hè, ze willen natuurlijk zelf graag ook die wedstrijd winnen. En de wedstrijd kan je alleen maar winnen als je van voren rijdt. Ja, opgeven, dat willen ze natuurlijk ook niet. Dus ja, het is twijfelachtig. Maar dat gaatje wordt niet kleiner hoor. Het blijft een beetje hetzelfde. Dan gaan we weer naar die rondetijden kijken. Irene Schouten komt door in een rondje 31-9. En dan kijken we naar de peloton 32-9. Dus in de afgelopen ronde is de kopgroep een seconde uitgelopen op dat peloton. Ja, dit wilde ik net gaan zeggen. In die kopgroep kan het niet zo zijn dat al die 12 meiden dit bij kunnen houden als ze echt gas gaan geven. En dat zie je nu gebeuren. 1, 2, 3, 4 moeten er nu af. Dus ze zijn nu voorin, zijn ze nu echt aan het gassen. En dit is wel een breekpuntje in de koers hoor. Als dit, maar goed, dat zeiden we 4 ronden geleden ook al. Het is al sinds een rondje of 10 in de wedstrijd een breekpunt. En dat is natuurlijk mooi. Daar kijken we graag naar. We zien dat het kopgroepje straks een achterliggend groepje gaat inhalen. Ze zijn nu een seconde kwijt in het peloton. En je ziet nu dat de gang bij Renault er even uit is, maar er komen weer nieuwe. Ja, er komen weer nieuwe assistenten van BDM BTZ op kop. Ja, de ploegleiding is langs de kant druk aan het overleggen met de andere ploegen. Waarschijnlijk worden de dealtjes gesloten, wat centjes onder de tafel door. Hier moeten wat wellicht enveloppen aan te pas komen als dit... Maar misschien moeten we dat even uitleggen. Want dit is misschien... Ja, nou kijk, weet je, dan refereer ik even naar de Olympische Spelen van Alexander Vinokourov. Dat weten we natuurlijk ook nog wel. Ja, hè? Ja wij de, wel. Gekochte wedstrijden natuurlijk. Hè, weet je, natuurlijk ga je als ploegleiding, je staat daar en heel veel kun je niet doen. Wat je wel kan doen is even naar je buurman toe van, hey, hebben jullie er iemand bij? Nee, wij hebben er niemand bij. Zullen we dan in ieder geval allebei op kop gaan rijden, zodat we die kopgroep kunnen achterhalen? Dat lijkt wel aan de hand te zijn hoor, want verschillende ploegen rijden nu op kop in dat peloton. En het gaatje wordt weer iets kleiner. Ja, kijk, ook PGM Bakker heeft er 1 in die kopgroep zitten. Maar die denken nu toch ook van, ja, dit is 1 is veel te weinig voor ons. We gaan toch proberen om daar weer ook bij te komen. Dus voorlopig heeft BDM BTZ niet te klagen over de assistentie van andere teams.
Nee, en dat is natuurlijk ook mooi. Het is op dit moment eigenlijk een beetje met z'n allen tegen de ploeg van Albert Heijn Zaanlander. Ja, en dat is natuurlijk ook wel logisch. Het is de beste ploeg in dat peloton. Het is de best betaalde ploeg in het peloton. Het is de profploeg in dat peloton. Maar de ploeg van BDM BTZ die zit op apengaap hoor. Als je Esther Kiel in het gezicht kijkt, die heeft niet heel veel over vanavond. Nee, maar ze hebben nu wel een rondje of 7, 8, 9 hebben ze niet op kop hoeven rijden. En dat kan nu misschien net het laatste stukje het verschil maken. Dat ze, doordat al die andere teams net een aantal ronden kopwerk gedaan hebben nu, dat ze nog weer iets en extra het gaspedaal in kunnen duwen. Ja, dus want we zitten te kijken naar een soort ploegenachtervolging hier. En dat is toch mooi om te zien hoor. Nu zien we dat Ineke derde aan kop gaat van dat peloton. En dan gaan we kijken, Esther Kiel. Nee, Esther Kiel die breekt. Esther Kiel moet er helemaal af. Oh, Esther Kiel die breekt. Te veel energie gestoken in die eerste achtervolging. Ze zag Irene Schouten en Marijke Groenewoud gaan. Ze wilde mee. Ze heeft zich over de kop gereden in die achtervolging, denk ik. En nu breekt ze. En dan breekt ze ook voor het klassement, Jammertien. Want ja, zij gaat vanavond geen punten halen. Nee, en Maaike zit nog steeds in de kop van de koers. Dus die gaat wel een heleboel punten halen. Dus dan is dat wel zo. Dan is dat gebeurd. En eigenlijk vind ik nu dat als dit, ook al komt het bij elkaar, dan kunnen we dit geen massasprint meer noemen straks. Nee, je wil gelijk, hè? Ja, ik wil wel graag gelijk hebben. Ja, nou ja. Kijk het naar hoeveel dames er nog in het peloton rijden. We hebben nog 28 ronden te gaan. Dat betekent dat we een ronde of 50 hebben gehad. En zeker de helft in van de dames die staat al onder de douche. Dus wat dat betreft kijken we echt naar een fantastische wedstrijd hier in Groningen. De hele dag al mooie wedstrijden hier in Groningen tijdens het NK Jeugdmarathon. En nu wederom een hele mooie wedstrijd. En dat peloton, dat is ook wel de prijs, hè. Ze geven het niet op. Nee, nou, peloton, hallo. 4, 6, 8, 10 meiden. Ja, achtervolgende groep is het eigenlijk. Eigenlijk zijn het de achterblijvers op dit moment. Want die kopgroep die is zowaar groter met 10 dames. Dat betekent dat we nog 22 meiden in koers hebben. Ja, een spetterende wedstrijd. Ja, een spetterende wedstrijd. En eigenlijk, Jammertien, zitten we al naar een status quo te kijken van een rondje of 20 zo uit mijn hoofd. Van ongeveer 30, 40 meter. Ja. En ze krijgen het maar niet dicht. Merel Bosma die zit op kop te stoempen weliswaar. De echte tong uit de mond, bijna op het ijs. Maar zij lijkt het wel ronde voor elkaar te krijgen. Nee, om in ieder geval een halve meter dichterbij te komen. Maar weet je, het plan van BDM BTZ is mislukt. Die hebben natuurlijk rondelang op kop gereden om Esther weer bij Maaike te krijgen. Nou ja, Esther is uit koers. Dan breekt het. Dus dan heb je je plannetjes gewoon mislukt. Het is nu een kwestie van survivalen daarachterin om überhaupt nog terug te komen in de wedstrijd. Met wat je nog hebt, Ineke en Merel. En dat is eigenlijk, ze gaan het geloof ik wel redden. Maar gaan we dan toch weer, als dit bij elkaar komt, naar een soort van massasprint? Nee, dat gaan we niet meer hebben. Dat gaan we niet meer krijgen. Weer iemand eraf, 21 meiden in koers. Ja. 1,9 seconden liggen ze nog steeds achter. Ja. En natuurlijk moeten we nog een winnaar in deze wedstrijd krijgen. Maar het plannetje van Albert Heijn Zaanlander is in tegenstelling tot het plannetje van BDM BTZ natuurlijk wel gelukt. Zij zijn de grootste concurrenten kwijtgespeeld. En dat was natuurlijk voor een groot deel de bedoeling. Dat Oranje veiligstellen. Nu is doel 2, die wedstrijd winnen. Ja, en op zich, kijk, als je voor zo'n klassement rijdt, dan is het gewoon super lekker dat je straks in Leeuwarden komt. En dat je hem eigenlijk gewoon binnen hebt. En dat je daar niet nog te stressen hebt. Kijk, ook Maaike gaat naar Lulio straks. Daar kan in zo'n week kan van alles gebeuren. Daar kun je vallen, daar kun je blessures oplopen. Daar kan echt. Het is voor haar ook een beetje zonde als je dan in zo'n natuurreisweek voor de finale nog zo'n cup uit handen geeft. Niet in de wedstrijd zelf, maar meer door omstandigheden. Dus ik vind dat ze hebben hem vandaag echt zelf uit het vuur gesleept. En dikke complimenten daarvoor. Die meiden hebben allemaal gewoon even hard op kop gereden om Maaike te helpen. Maaike heeft zelf knijterhard op kop gereden. Dus ze hebben dit wat er nu gebeurt, hebben ze helemaal zelf afgedwongen. En met z'n allen die cup binnengesleept. En nou ja, nu zal het volgende stapje de wedstrijd zijn. Ja, toch ook knap hoor van Maaike Verwij. Gewoon mee op kop. Ze zat al in de kopgroep. Ze zag dat haar twee ploegenoten aansloten. Maar geen moment heeft verzaakt. Het af en toe wel moeilijk had. Dat zagen we natuurlijk wel. Af en toe moest even een gaatje laten. Maar het plan is geslaagd. En nu gaan we kijken naar een mooie finale. Nog 22 rondjes te gaan. Natuurlijk zit Elsemieke van Maren zit er natuurlijk ook nog bij. Die namens de ploeg van BDM BTZ. Die zat natuurlijk in die kopgroep. Zat in de kopgroep, ja. Nou, het wordt tijd om aan te vallen, denk ik. Ja, als je het kan, dan moet je nu aanvallen. En dat was natuurlijk een beetje zoals Koert Wubbe
natuurlijk een beetje van mijn generatie of net een generatie voor, die zei als ik zere benen heb, dan ga ik aanvallen. Want dan weet ik in ieder geval heel erg zeker dat de rest ook heel erg zere benen heeft. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een mooi motto en dat gaat natuurlijk nu ook op. Al die dames hebben zere benen die hier in die groep rijden. Dus ja, dat is reden om aan te vallen, zou je zeggen. Ja, nou ja, ik ben natuurlijk nog iets ouder dan jij. Dus kijk, Dries van Weijen had hetzelfde. Die zei ook altijd van, ja, weet je wanneer je moet aanvallen? Als alles zeer doet, dan moet je nog een keer aanvallen. Nou ja, jij weet ook wel, hij heeft 11 stedentochten op skiles gewonnen met 100 kilometer solo. En nou ja, dat hij daar, na die tijd was hij echt een maand helemaal van de kaart. Maar wel een moment pakken in de koers waarop je zelf denkt, nou, nu gaat het niet zo lekker. Dan zal de rest er ook wel niet zo fris bij zitten. Dus dan ga ik aanvallen. Maar dan moet je natuurlijk een enorm harde kop hebben. Want ja, dat hele lijf doet al zeer en dan moet je toch nog gaan aanvallen. En dat zie je nu natuurlijk aan de overkant ook een beetje. Ze staan allemaal rechtop. Ze staan allemaal naar adem te happen van wat er net allemaal gebeurd is. En wie heeft nu de hardste kop? Wie durft er nu te zeggen van, nou ja, zere benen of niet, ik ga het toch gewoon proberen. Nou, we gaan kijken wie hier de hardste kop heeft in Groningen. Hier tijdens die Pau Select Marathon. In ieder geval probeert Anna Letts die prijs te winnen. In ieder geval vanavond natuurlijk een hoofdprijs, de hardste kop van Groningen. Wie wil dat nou niet? Ja, die... Wellicht wordt het een nieuwe prijs. Dan gaan we hem uitreiken volgend jaar hier in Groningen. Nou ja, kijk, Danielle Beckering is natuurlijk ook ambassadrice van het hele marathonschaatsen. Die heeft ook ontzettend veel wedstrijden gewonnen. Hè, als we het dan hebben over een harde kop, dan zou je rustig de afbeelding van Danielle kunnen gebruiken om die beker van te maken. Want die heeft ook zo vaak laten zien dat je er geen kwartje meer van gaf. En dat ze toch nog weer opstond en weer voor in zo'n wedstrijd kwam. Ja, en hoe spetterend die eerste 50 ronden waren in deze wedstrijd. Zo op slot zit het nu. We zien Irene Schouten daar en we zien dan helemaal buitenom een aanval van Janneke Elsinga. Ja, dat was een mooie aanval, alleen eigenlijk iets te laat, hè. Natuurlijk, iedereen heeft kunnen herstellen en dan weer gaan. Ja, dan kan iedereen ook meteen achtervolgen. Nee, maar dit ben ik niet helemaal met je eens. Ik snap gewoon werkelijk niet waarom Tessa Snoek hier nu binnendoor aansluit bij Janneke die buitenom komt. Als ik Tessa Snoek nu was, ging ik gewoon direct rechtop staan. En gewoon kijken, we hebben er drie van Zaanlanden bij ons. Die kunnen alle drie die wedstrijd winnen. Waarom zou ik in vredesnaam nu achter Janneke Elsinga aan gaan rijden? Nee. En zolang die meiden zeg maar dit blijven doen, komt er dus niemand weg. Je moet nu alles op het bordje leggen van Zaanlanden. Absoluut, daar ben ik helemaal met je eens. Alleen, je had natuurlijk eigenlijk het liefst willen zien. Janneke Elsinga, die kennen we als een echte aanvalster. Een van de sterkste dames in dat peloton. Op het moment dat een ronde of 10 geleden alles bij elkaar komt, dan had je misschien meer kans gehad om een mooi gat te slaan. Nu geef je in ieder geval de dames met een goede sprint de kans om te herstellen en meteen een aansluiting te maken. Maar goed, we hebben weer een nieuwe aanval. We zien hier Rosa Blokker met Marijke Groenewoud daar achteraan. En dan zien we Ineke Derde. Ja, dit is toch echt een beetje... Kijk, nu zien we weer Emma Engbus die daar ook als vierde dan gaat aansluiten en een gat gaat dichtrijden. Waarvan ik denk, ja, je kunt ook even om je heen kijken. Ja. Nou, we staan weer stil, dus het is weer tijd voor de volgende. Harde kop van Groningen. Ja, we gaan kijken. In ieder geval we hebben nog achterin. 16 rondjes. Kijk, en wij mogen niet voorzeggen, maar ze horen het niet langs de baan. Dus Janneke komt weer buitenom. Ja, gaan we kijken of Tessa Snoek weer meteen dat, gaat reageren. Janneke verzamelt wel heel veel punten voor de hardste kop van Groningen hoor, op dit moment. Dat is wel duidelijk. Ja, je zag haar zo net wel licht in moeilijkheden. Na die aanval koos Rosa Blokker meteen de tegenaanval. En ze reed op een klein gaatje achter dat peloton. Maar ze reed eigenlijk meteen door en koos opnieuw de aanval. En krijgt dan zo te zien in ieder geval Irene Schouten met zich mee. En dan ontstaat er nu toch een klein kopgroepje. En Merel Bosma, die miste namens BDM BTZ de slag. Dus die gaat meteen in de achtervolging. Daarachter Maaike Verwij. En die lijkt even de benen stil te houden. En dan lijkt de kans groot dat straks Marijke Groenewoud, tenminste als het nodig is, dat sprongetje gaat wagen. Maar ze rijden niet heel ver weg hoor, die eerste vijf dames. Nee, er is niet eens een verschil op de op MyLabs. Nee, een verschil van een zestiende. Wat in een oogwenk is gedicht. Dus het peloton nu weer breed over de baan. Ze kijken naar elkaar, ze loeren. De finale is eigenlijk al in volle gang, hè? Terwijl we nog gewoon 14 ronden moeten. Maar...
Maar goed, wij gaan niet klagen over iets van saaie wedstrijd, want we hebben natuurlijk een spetterende wedstrijd gezien. Nee, absoluut. Alleen nu denk ik, ja, hier rij je wel zeker 18 meiden rond die straks echt niet gaan winnen. Dus ja, dan heb je nog 12 ronden de tijd om wat te proberen. Ja, zeker waar. En het gevaar gaat er natuurlijk in. Een aanval plaatsen nu, terwijl iedereen zit te kijken, is natuurlijk gedoemd om te mislukken. Maar die aanval daarna, als iedereen weer stilvalt, dat is natuurlijk het moment. Daar zit iedereen op te wachten. Maar er moet weer iemand zijn die de aanval kiest. Een van die dames moet vanuit achtersnelheid gaan maken. Die moet proberen om meteen een gat te slaan. Want anders zit die ploeg van Albert Heijn Zaanlander daar meteen bovenop. Want die dames hebben nou eenmaal meer snelheid in de benen, meer startsnelheid vanuit het lange baan schaatsen. Alleen dit heb ik toch niet vaak gezien, Jan-Martien, met nog meer dan 10 ronden te gaan. Het overgebleven peloton, laten we de eerste groep noemen. Dat stapvoets, werkelijk waar, met een kilometer of 6, 7 per uur over de baan gaat. Ik denk dat de herenwedstrijd wat later start vandaag, want dit gaat echt nog vertraging geven op het dwelschema, zeg maar. Want we moeten er nog steeds 12 en we staan gewoon stil. Ik denk, Jan-Martien, dat we de statistiekboeken er straks bij gaan pakken. Want ik denk dat we toewerken naar de langzaamste ronde ooit bij het damesmarathon schaatsen. Ja. Want ik denk dat dit een rondje wordt van nou rond de minuut, als ik dit zo inschat. Weet je wie er ook nog zit? Sharon Hendricks. Nou, dat is nou een dame die, ja, die gaat die sprint niet winnen, maar die misschien wel straks nog een aanvalsporing zou kunnen wagen. De vorige ronde ging in 52-6. Deze ronde gaat in 52-9. Zijn we naar een pupillenwedstrijd aan het kijken? Nee. We zijn naar de topdivisie dames aan het kijken. Alleen er wordt naar elkaar gekeken. Terwijl we een valpartijtje hebben gehad. Emma Engbets, dat is wel jammer hoor. De dame die na dit seizoen afscheid neemt. Die had hier natuurlijk in Groningen heel graag haar eerste wedstrijd willen winnen. Al tal van podiumplaatsen gehaald in haar carrière. Nooit de wedstrijd gewonnen. En ze zit er vaak tegenaan. Ze zit er heel vaak bij. Maar door deze valpartij lijken haar kansen hier in Groningen wel verkeken. Nou ja, één ding is zeker. Zoals het nu gaat, zeg maar. Dit speelt natuurlijk Zaanlander enorm in de kaart. Want die hebben 2, zo niet 3, de snelste meiden in deze groep zitten. En als zij straks met z'n drieën zo'n sprint kunnen voorbereiden, dan denk ik dat we zomaar een 1-2-3'tje kunnen gaan krijgen. Want dan maken ze een treintje van 3, daar kan niemand bij komen, kan niemand omheen komen, er kan ook niemand tussen komen. Dan moet je dus in de laatste 100 meter 3 van die meiden nog voorbij, die naast elkaar gaan sprinten. Dat wordt echt een ingewikkeld verhaal, dus daar hoop ik eigenlijk niet op. Ja, dus we gaan al een beetje vooruitkijken naar die massasprint die er zit aan te komen. Oh nee, sprint van de kopgroep natuurlijk. En dan veel vraagt Irene Schouten. Die staat er wel bekend om dat ze niet heel veel weggeeft. Zeker in die marathon is het er natuurlijk zelden dat ze een cadeautje geeft, willen we het niet noemen. Maar dat ze de overwinning gunt aan een van haar teamgenoten. Alle recht natuurlijk. Ze is al jarenlang de beste marathonschaatser van Nederland. Veel titels achter elkaar. Zou het zo kunnen zijn, Jan-Martien, dat ze gaan proberen om Maaike Verweij hier in het Oranje Leiderspak die wedstrijd te laten winnen. Om dat een beetje extra glans mee te geven aan haar Oranje Leiderspak. En daarmee die cup volledig veilig te stellen? Nee, dat denk ik eigenlijk dat niet. Dat is een kort antwoord. Ja. Maar wat ik wel grappig vind is dat Marijke Groenewoud de laatste weken zo hard rijdt op die lange baan. Dat die wordt op het moment echt een serieuze bedreiging voor Irene. En volgende week rijdt ze gewoon in een andere baan. En kunnen ze niks voor elkaar betekenen of gaten dichtrijden. En dan ben ik wel heel benieuwd hoe dicht Marijke Groenewoud inmiddels gekomen is bij Irene. Of misschien wel dat ze nog iets beter op dit moment is, lange baan. Want die blaakt van het zelfvertrouwen. Die staat iedere interview, na iedere afstand, staat ze gewoon lachend voor de camera. Ze heeft het weer fantastisch gedaan. Als het soms even net niet helemaal lukt. Nou ja, ook niks aan de hand. Hè? Dan hebben we morgen wel weer een kans. Maar die zit vol in de ontspanning en het gaat eigenlijk allemaal van een leien dakje. Dus ik denk dat de kans nog groter is ook dat die hier wint dan dat Maaike hier wint. Maar ja, als ze dit gaat doen wat ze nu doet, dan acht die kans redelijk klein. Als we kijken naar dat sprinttreintje dat zo 7 ronden nu voor het einde aan het formeren is, zien we Marijke Groenewoud daar een kop. Dan Maaike Verweij en dan Irene Schouten. Ja, leg hem maar uit, Jan-Martien. Wat is de tactiek nu? Ja, dan gaat Irene normaal gesproken dit winnen. Of zou het zo kunnen zijn dat Irene daarachter zit om een beetje het wiel van
haar leidende oranje leiderspak te verdedigen van Maaike Verweij. Om ervoor te zorgen dat niemand er voorbij komt en als het echt nodig is dat ze er voorbij rijdt. Maar dat ze dan toch misschien voor dat oranje gaan. Nou, het gaat denk ik niet zozeer om de voorbijrijden. Het gaat er denk ik meer om dat zoals ze nu rondrijden, dat Maaike gewoon het minste risico loopt dat ze komt te vallen. Dus hebben wij in het verleden zelf ook wel veel gedaan met degene die sprint. Niet als vierde in de trein, maar als derde. Zodat je geen geduw en geen getrek en geen gehang aan de pak hebt. Het is dat je degene die, zeg maar, waarvan je echt graag wil dat hij voor de sprint gaat straks. Dat je die gewoon nu een beetje in bescherming neemt. En ik denk dat dit vooral gebeurt. Kijk, en Irene die als laatste rijdt, er is echt niemand die nu aan het pak van Irene gaat hangen. Dat is altijd, als je zelf de beste sprinter bent, dan wil iedereen achter je zitten en dan gaat niemand jou het moeilijk maken. Want dan verknal je eigenlijk ook je eigen kansen. Dus dit is gewoon een hele safe manier van de sprint voorbereiden zometeen. Ja, dus de sprintvoorbereiding is vol aan het gebeuren hier. We zien aan kop van het peloton nu Eline Jansen. Die zit daar nog alleen namens haar ploeg, Renault Ramshorst. En daar dan meteen achter de ploeg van Jelle Dwalema, Albert Heijn Zaanlander. En dan gaan we nu weer richting de finish. En dan hebben we nog 4 ronden te gaan. En dan lijkt het erop dat Marijke Groenewoud straks die sprint voor gaat aantrekken. En dan gaan we zien hoe sterk die dames van Albert Heijn Zaanlander zijn. We zien daar nu met het nummer 5 op kop komen. Dat is Jeannette Beers. Janneke Elsinga bereidt zich ook voor op de sprint. En die doet het op de enige manier waarop ze dat kan. Vooraan beginnen. En dan straks, ja, dan de laatste 2 rondjes moet je maar zien hoe ver je komt. Ja, en een late uitval is op dit moment ondenkbaar? Nou ja, nee, ja, niet ondenkbaar. Maar kijk, Zaanlander vindt het prima als Eline Jansen op kop rijdt. Maar zo gauw er iemand omheen komt, gaan ze daar natuurlijk direct weer aansluiten. Dus we zien nu Turner die tempo gaat maken. Nou ja, als Jeannette Beers niet direct aansluit, dan rijdt Marijke er zo omheen. En die pakt dan gelijk wel weer over. Ja, in ieder geval een mooie actie hoor van het duwtje van Kauke. Ja. Weet je, je kan natuurlijk naar de slagbank rijden en dat sprintje in dat peloton rijden. Of je kan nog één keer met je neus door de wind en een mooie aanval plaatsen. En dat is wat ze doet. En dat zien we natuurlijk graag. Een mooie alles of niks poging hier van duwtje van Kauke. Dat is natuurlijk een dame met lange baanervaring. Die weet wat het is om alleen te rijden. En hier slaat toch een mooi gaatje hoor. Ze is 30, 40 meter weg. Eline Jansen moet nu direct van kop af. Waarom zou je dit in vredesnaam doen als je als enige rijster van jouw team hier zit terwijl iemand anders kansrijk is? Ja, dit hier is snap wel ik helemaal niks van. Nee, dit is wel bijzonder dat zij dit doet. Ook de tweede dame daar van Team Turner had misschien beter haar benen stil kunnen houden. Maar goed, we gaan nu echt naar die massasprint. We zien inderdaad dat Marijke Groenewoud die sprint gaat aantrekken. En dan gaan we naar die bel. En dan is het Team Zaanlander die als eerste die laatste ronde ingaat. Met Marijke Groenewoud daar aan de leiding. Dan Maaike Verweij en dan Irene Schouten. En dat gaan we toch zien hoor. Irene Schouten gaat er dan voorbij daar helemaal aan de buitenkant. En die heeft daar Elsemieke van Mare achter zitten. Die schuift dan heel handig mee, maar komt er net niet voorbij. Dan is het Irene Schouten die als eerste de laatste bocht uitkomt. En die lijkt hier in Groningen dan gewoon weer te winnen hoor. Of is het Marijke Groenewoud? Is het Irene Schouten? Nee, het is Irene Schouten die hier wint. Voor Marijke Groenewoud en dan Elsemieke van Mare. Ja, dat deed Elsemieke van Mare toch handig, Jan-Martin. Die schoof mee daar met Irene Schouten. En daardoor staat ja, Maaike Verweij net niet op het podium. Nee, maar ja, slim aangepakt. Kijk, Maaike wordt nu wel vierde, dus die cup is gewoon binnen. En nou ja, dat was ook een doel voor ze. Dat hebben ze eigenlijk wel een beetje ook geroepen overal. Hè, van we willen in ieder geval ook die cup winnen, dus nou, dat is nu ook klaar. En nou ja, ik vond een fantastische aanval van Diewertje, die laatste 2 ronden. Diewertje moet daar een beetje geluk hebben dat Eline Jansen niet doet wat ze doet. En dan dat er even 3-4 seconden toch twijfel is daarachter. Marijke zat een beetje opgesloten. Nou, nu kreeg ze 40 meter, dan heeft ze 60, 70 meter. Ja, dan moet je het maar afwachten. Dan haalt ze het waarschijnlijk nog niet helemaal, maar dan wordt het wel spannend. Ja, het was in ieder geval een echt mooie actie natuurlijk. Ja. En je kan natuurlijk erachter zitten en 7e, 8e worden. Nee. Nu rijdt ze in ieder geval mooi voorop. Heeft ze een mooie aanval geplaatst. En ja, je weet nooit waar dat... Misschien is er een klein valpartijtje achter. Misschien wordt er getwijfeld. Je weet het nooit. Je hebt nu in ieder geval jezelf laten zien. En dat is toch mooi? Ja, ze heeft gewoon geprobeerd. En nou ja, ze heeft een beetje pech wie er dan achter rijdt op dat moment. Want nou goed, dat hebben we al gezegd. Daar snappen we eigenlijk niks van. Maar
Ik denk, anders had Marijke natuurlijk ook uiteindelijk wel overgenomen. Maar die zat nog niet klaar. Die kon er nog niet langs, want die had er nog twee voor zich. Dus die moet dan toch eerst weer daaromheen, voordat ze dan erachteraan kan. En nu namen ze dat er eigenlijk uit handen. Want Eline heeft gewoon daar een ronde zeg maar, op kop gereden, eigenlijk voor Zaanlander. En dat is eigenlijk een beetje sneu voor Diewertje dan, want die deed gewoon eigenlijk alles goed. Ja, een fantastische wedstrijd bij de dames. Ja. Echt een knotsgekke wedstrijd, kunnen we wel zeggen. Met uiteindelijk Irene Schouten als winnares. We gaan er heel even tussenuit. We zijn straks terug met de wedstrijd in de topdivisie. En we voorspellen daar ook hetzelfde soort vuurwerk. En daar is het klassement nog heel erg spannend. Maar daarover straks meer.
Vandaag maar een
Welkom terug hier bij de Bouw Select Marathon hier in Groningen. De voorlaatste wedstrijd in de Marathon Cup. Mijn naam is Jan Verloon. Naast mij staat nog steeds Jan-Martien van de Wetering. Jan-Martien, we hebben zo net een fantastische wedstrijd gezien natuurlijk bij de dames. Echt een knotsgekke wedstrijd. Uiteindelijk wisten een dame of 20 de finish te halen. Ik ben benieuwd hoe het straks zal gaan hier bij de heren. Wat bij de heren misschien nog wel meer een rol speelt dan bij de dames. Terwijl bij de dames het klassement vandaag is beslist, zo lijkt het, met Maaike Verwij als winnares. Is het bij de heren nog bijzonder spannend? Bizar spannend misschien wel zelfs. Want we zien daar dat klassement dat in het oranje leiderspak op dit moment rijdt Sjoerd den Hertog met 255,1 punten. Tweede met 3 punten daarachter Harm Visser. 252,2 punten. En dan maken we natuurlijk als notitie bij dat Harm Visser de laatste twee wedstrijden op kunstijs won. Die man is dus enorm in vorm. Ook vorige week in Eindhoven won hij de wedstrijd. Derde staat Jeroen Janessen met 243,1 punten. Dus een 12 punten achter op leider Sjoerd den Hertog. En ook Luc de Haar, de nummer 4 in het klassement, kan met 224 punten nog echt wel een rol gaan spelen. Dus heel erg spannend nog daar aan de kop van het klassement. Hier in Groningen rijden we zoals gezegd de voorlaatste wedstrijd in deze reeks. Dus er zijn nog genoeg punten te verdienen om een verschil goed te maken, een gat te dichten of verder uit te lopen. We gaan kijken wat voor invloed dat heeft op die wedstrijd. Natuurlijk aan het begin van een seizoen speelt een klassement vaak nog niet echt een rol. Wordt er ook altijd eigenlijk stevast door alle ploegen gezegd. Wij gaan niet voor dat klassement. Wij willen eigenlijk een dagoverwinning zien te behalen of meerdere dagoverwinningen. Het seizoen zit er bijna op. Het klassement heeft toch wel een beslissende fase nu in het seizoen. En Jan-Martien, dat klassement gaat hier vandaag in Groningen heel belangrijk zijn. Ja, moeten we gelijk een kanttekening bij zetten. Sjoerd is natuurlijk, die heeft gewoon een wedstrijd geskipt terwijl hij bovenaan het klassement stond. Hij stond aan de leiding en besloot toch gewoon om te gaan fietsen. Een week op Tenerife geloof ik, als ik het goed heb. Dat zegt iets over Sjoerd. Die heeft natuurlijk best duidelijk aangegeven van, ja, maar ik heb ook wat andere doelen dan alleen het klassement. Dat heb ik al een keer gewonnen. Ik wil echt op natuurreis ook grote wedstrijden binnenslepen, zeg maar. Dus wat dat betreft had het klassement er al wat anders uit kunnen zien als hij gewoon alles gereden had. Maar goed, maakt niet uit. Hij staat nu nog steeds bovenaan en hij zal het ook niet weggeven, neem ik aan. Dus er zal wel omgeknakt gaan worden. Maar Harm Visser staat er misschien eigenlijk op dit moment mentaal gezien wel iets beter voor met twee overwinningen in de laatste twee cupwedstrijden. Hij is denk ik toch ook uiteindelijk op de streep de laatste ronde net iets sneller dan Sjoerd. Dus wat dat betreft is de kans gewoon heel groot. Hè? Als Sjoerd niet wegrijdt bij Harm, is de kans gewoon heel groot dat hij vandaag toch weer een klein beetje, of misschien wel heel veel, gaat inlopen. En dan wordt het de laatste wedstrijd echt, gaat het recht omspannen. Ja, inderdaad, den Hertog die de leiding in dat klassement eventjes weggaf. Het was toen Jeroen Janessen die daarvan profiteerde. Die nam de leiding over in het klassement. Eén wedstrijd daarna was het Sjoerd den Hertog alweer in het oranje. Want die reed een hele sterke wedstrijd. En nu dan zijn we bijna bij die laatste wedstrijd, die voorlaatste wedstrijd. En Jan-Martien, je kan de cup 3 keer gewonnen hebben. Als je in pole position staat, dan wil je hem gewoon binnenslepen, toch? Ja, nee, absoluut. Kijk, we hebben het verleden met de ploeg ook wel regelmatig in die positie gestaan. Dat we zeiden, ja, dan gaan we voor die cup of niet. En eigenlijk was er eigenlijk een soort toch standaard afspraak van als je na natuurreis en nog steeds in die positie bent. Nou, je hebt nu de Weissensee al gehad. En als je nu twee wedstrijden voor het eind aan de leiding staat, dan wil je hem gewoon winnen. En dan gaat Sjoerd den Hertog in ieder geval Harm Visser een beetje in de gaten houden vandaag. Ja, en misschien kan Jeroen Janessen daar wel voor profiteren. Ja, of Luc de Haar. We hebben vanavond hier in Groningen de Bouw Select Marathon. Een grote zaal met genodigden hier van Bouw Select. We hebben hier de ploeg natuurlijk, Bouw Select. Dat geeft wel een beetje druk bij die mannen, kan ik me voorstellen. Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, kijk, die voetballers die presteren ook beter in een vol stadion met eigen publiek. Als je natuurlijk zoveel supporters bij je hebt, dan kan dat ook een enorme boost geven. Dat je denkt van, nou, ik wil me gewoon echt goed laten zien vanavond. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit een beetje te wachten op die eerste overwinning van Luc de Haar.
Die zit natuurlijk zo vaak zit hij er gewoon heel goed bij, kort bij. We hebben echt wel seizoenen gehad dat Bouw Select die andere teams nog iets dichter op de huid zat. Maar ook in de wedstrijden dat ze gewoon net iets dominanter waren dan dit jaar, vond ik. Maar Luc doet het fantastisch. Hij heeft natuurlijk echt al een aantal podiumplekken bij elkaar gereden. Hij is echt mega rap. Maar Die moet dan misschien een keer in een positie komen waarin hij net niet tegen Harm Visser hoeft te sprinten. Of een van de mannen van Reggeborg natuurlijk, want die moeten we ook niet vergeten. Maar tot nu toe, hij zit er mega vaak bij. En hij heeft ook al echt wel wat kansjes gehad waarin hij ook zomaar had kunnen winnen. Maar goed, hij gaat nu gewoon met twee man voorop rijden en gas erop en gaan. Hij is in ieder geval gretig. Ja, hij is heel gretig, want bijna vanuit de start, na twee rondjes ongeveer, kiest hij de aanval. En dat is natuurlijk niet echt wat we van Luc de Haar gewend zijn. Het is, zoals Jan-Martin al zei, een hele snelle man. Ook heel handig in dat peloton, schuift heel gemakkelijk mee. Maar dit seizoen lijkt hij ook wel heel erg geleerd te hebben hoe je op kop moet rijden. Want we zien hem toch in kopgroepen vaak ook gewoon zijn beurtjes doen. Vaak gaatjes dichtspringen. Dat kennen we eigenlijk niet van hem in het verleden. Hij lijkt eigenlijk bij Bouw Select wel een completere marathonschaatser geworden te zijn. Ja, maar die mannen zijn sowieso van poetsen en doorgaan. Hè? Ik bedoel, dat is nog nooit een sprintploeg geweest in die zin. Het is mooi als je kunt sprinten, maar we gaan ook gewoon erin en we rammen er gewoon op. En aan het eind zien we wel met hoeveel man we in die kopgroep beland zijn en voor wie we dan gaan rijden. Dus niet lullen, maar poetsen, dat is zeker van toepassing op Bouw Select. Daarom hebben we natuurlijk al een paar jaar, vind ik, hebben we gewoon heel vaak hele mooie wedstrijden gezien. En dat heeft ook met zulke jongens te maken. Die gewoon zeggen van, we gaan niet alleen maar voor die massasprint, maar... We gaan eerst 124 rondjes aanvallen en dan zien we de laatste ronde wel hoe ver we zijn. Ja, en dan als je heel veel genodigden op de tribune hebt, dan is het natuurlijk mooi als jouw pak veel van voren rijdt. En dat heeft natuurlijk Bart Mol ook begrepen. Het ijs hier in Groningen, normaal gesproken behoorlijk snel. Het is koud in de hal. En we zien dat het eerste rondjes mooi blijft glimmen. Wat duidt op goed ijs, snel ijs. Maar we hebben vandaag toch ook gezien dat na een rondje of 40-50 dat ijs wat wit aan gaat slaan. En dat de rondetijden wat minder makkelijk komen. Maar het is snel ijs. We hebben al snelle ronden gezien. Bij de dames zagen we in de wedstrijd net al rondjes 28. Dat was ook na 40 rondjes, denk ik. Dat was ook na 40 rondjes. Dus daarna werd het ineens heel erg wit. Nee, het is behoorlijk snel ijs. Alleen we zagen ook wel de omstandigheden bij eigenlijk alle categorieën vandaag dat aan het einde zwaar is. En dat gaat natuurlijk hier in de langste wedstrijd van de avond, 125 ronden, ook zo zijn. Nou ja, wat we natuurlijk bij die meiden net ook gezien hebben in de koers is dat ze ook de eerste helft van de koers echt gewoon de gaskraan gewoon vol open hadden. En dan ga je in die tweede helft van de koers daar vanzelf tegenaan lopen. Dat het zwaar wordt voor iedereen. We hebben dit jaar bij die mannen eigenlijk nog niet anders gezien dan dat. Dus ook daar zou ik me niet verbazen als we straks met een mannetje of 25, 30 uiteindelijk nog rondrijden. En dat de rest gewoon al eerder klaar is. Ja, deze week werd bekend dat Casper de Gier de overstap gaat maken van de ene grote ploeg, Jumbo-Visma, naar de misschien nog net iets grotere ploeg, of in ieder geval de ploeg met wat meer prestaties dit seizoen, Reggeborg. Ja, best een opvallende overstap, denk ik. Ja, ze hebben volgens mij geruild met Victor Ambler. Ja, maar die gaat dan natuurlijk vanuit de lange baantak naar de Jumbo-ploeg. Oh. Maar ja, dat is misschien wel een ruil geweest. Er gaan natuurlijk miljoenen in om. En als je dan kunt ruilen, dat is natuurlijk weer positief voor de balans. Nee, maar een bijzondere move. Denk jij dat hij daar wel echt op zijn plek zal zitten? Hij heeft zelf aangegeven de situatie en de sfeer binnen Jumbo-Visma, hoe daar de sport beleefd wordt, dat past niet bij mij. Hoe is dat dan anders bij Reggeborg? Of? Nou, ik kan niet helemaal in die ploegen kijken. Maar ik kan me een beetje voorstellen als je vanuit de filosofie van Jack Ory natuurlijk er een ploeg naast zet voor de marathon. Jack is natuurlijk een wetenschapper, puur zang. Meet is weten, alles wordt daar op een weegschaal bij wijze van spreken uitgerekend en bekeken. Kijk, als ik Roy inschat, ook daar zit natuurlijk wel een trainer die betrokken is bij die ploeg.
Maar ja, ik kan me voorstellen dat Roy toch ook wel eens wat vaker kijkt van, nou ja, ook in die kopjes van die jongens van, nou, hoe staan we ervoor? Wie is er het scherpst of wie heeft er het meeste zin in of hoe gaan we het aanpakken? Dat is gewoon een gevoelsmens ook. En nou ja, ik denk zelf dat Kasper daar een beetje op doelt van, ja, ik moet met een goed gevoel. Dat had hij in het interview wat ik ook gelezen heb, noemde hij dat een aantal keren. Het gevoel wat ik erbij heb, dat moet goed zijn. Nou ja, bij Reggeborg rijden natuurlijk sowieso een aantal mannen die volle bak ook in de zomer op de skilers stappen. Chris Pijn, Gary, die zijn ook gek van skileren. Nou ja, dat is Kasper dan ook. Dus misschien dat hij daar ook wel een beetje naar kijkt. Dat hij denkt van oké, dan heb ik in de zomer iets meer aan die mannen qua skilermarathons. En nou, misschien dat hem dat dan het goede gevoel gaat geven. En nou ja, je hebt ook in de lange baan natuurlijk, kijk, Patrick Roest is ook overgestapt. Nou, er waren ook een heleboel mensen die de wenkbrauwen fronsen. Die denken, ja, je zit bij Jack toch echt op je plek, je doet het hartstikke goed. En ik denk dat hij dit jaar gewoon beter is dan de laatste jaren daarvoor. Hij moet het nog even bewijzen op het WK, maar hij heeft natuurlijk al fantastische wedstrijden laten zien. Dus het kan soms ook zijn om dan toch na een paar jaar op een andere manier te gaan werken. Kan ook een enorme stimulans zijn en heel goed uitpakken. Ja, we gaan het zien natuurlijk wat Patrick Roest vaak in het seizoen bij Jack ook heel erg goed was. In het seizoen eigenlijk altijd alle wildcups reed en dan bijna alles won. En dan kwam het WK-afstanden de belangrijkste wedstrijd van het jaar en dan werd hij toch vaak verslagen. Dus ja, hij kan eigenlijk in één klap bewijzen straks tijdens dat WK-afstanden in Heerenveen of de overstap naar Reggeborg de juiste is voor hem. Ja. Ondertussen komt die wedstrijd lekker op gang. We zagen hier natuurlijk ook Groninger Chris Huizinga. Nog zo'n ploeg, nog zo'n man uit die ploeg van Jumbo-Visma uit de lange baantak die hier zijn marathon meepakt. Ja, voor die lange baanmannen die niet het WK afstanden rijden, die geen World Cup rijden, is het seizoen eigenlijk best wel kort en is die marathon wel een welkome aanvulling, hè? Ja, maar je moet ook een beetje naar de roots van Chris kijken natuurlijk. Die komt natuurlijk volle bak uit het skileren. En wat dat betreft komt hij gewoon hier weer thuis, zeg maar. Die hoef je echt niet uit te leggen hoe zo'n peloton werkt. En hoe die het hier moet aanpakken. Dus ik vind wat dat betreft, Chris is natuurlijk nu inmiddels echt een lange baanschaatser geworden. Maar van oorsprong hoort hij eigenlijk meer hier thuis, bij wijze van spreken, dan dat hij vanuit de lange baan zijn carrière opgestart is. Want dat is natuurlijk echt niet zo. Hij is natuurlijk echt wat dat betreft achterstevoren begonnen, zeg maar. Bij het skileren en daar vandaan doorgegaan naar het schaatsen. En dat doet hij ook fantastisch. Maar dat is wel een man die zit hier gewoon helemaal in zijn natuurlijke habitat, zeg maar. Dus dat is wel mooi om te zien. En dat kun je eigenlijk aan een aantal finales en uitslagen ook al wel zien. Dat hij had zomaar wedstrijd kunnen winnen waar Harm Visser hem nog net aan het eind ook voorbij ging. En nou ja, hij laat zich in de finales ook volle bak zien. En er zijn natuurlijk de echte, tussen aanhalingstekens, lange baanschaatsers rijden vaak een marathon mee. En denken 10 rondjes voor het eind. Nou, we hebben het wel een beetje gehad. Maar dan gaan bij Chris alle voelsprieten nog uit. En dan gaat hij volle bak nog erin om ook nog een resultaat te rijden. Dus dat is wel mooi om zulke mannen erbij te hebben. Ja, jij bent natuurlijk jarenlang betrokken geweest bij allerlei ploegen. Jij hebt natuurlijk Chris Huizinga ook wel zien komen. Hij werd wereldkampioen bij de junioren. Dat is toch alweer een x-aantal jaren geleden. Zowel op de schaats als op de skilers. Maakt dan die overstap naar de grootste commerciële ploegen die er is bij Jack Ory. En eigenlijk jaar na jaar, hij verbetert wel, zeker. Maar echt die overstap naar de absolute top lijkt het niet te maken. Zou het voor hem misschien een goed idee zijn? De Olympische Spelen zijn nog 3 jaar weg. Om volgend jaar gewoon eens helemaal vol die marathon te gaan rijden? Ah, dat is in Nederland natuurlijk vloek in de kerk. Om dat op die manier te doen. Maar ja, dus er zijn genoeg. Ja, er zijn er zat. Kijk naar het buitenland. En je kunt ze zo Aaron Jackson, Bart Swings, nou ja, noem ze maar op. Giotto, Italianen. Francesca, Lollobrigida. Er zijn natuurlijk heel veel die gewoon ja, het skileren erbij pakken. Ook daar nou ja, hun inkomsten ook vandaan halen met sponsorcontracten en dat soort dingen. En, dus er zijn gewoon heel veel wegen die naar Rome leiden. En ik ken Chris Huizinga absoluut niet goed genoeg om te zeggen, die jongen die moet dit of dat gaan proberen. Maar ik vind wel dat hij ieder jaar wordt hij een stukje beter. Hij wordt een beetje stabieler. Hij komt heel rustig. En in Nederland moet je natuurlijk eigenlijk nou ja, bijna binnen een jaar moet je er staan. Want als je dan nog niet Europees of wereldkampioen bent, dan valt het eigenlijk allemaal een beetje tegen. En Marijn Schepenkamp is natuurlijk ook zo'n voorbeeld die ook echt vanuit het skileren komt. En enorme stappen maakt. Maar goed, je kunt niet allemaal binnen 2 jaar wereldkampioen worden. Dat is,
Dat is ook niet te doen. Nee, dat is natuurlijk ook zo. En Chris Huizinga werd natuurlijk als junior wereldkampioen in het schaatsen. En dan zijn de verwachtingen meteen bijzonder hoog. Dan ga je naar de ploeg van Jack Ory en dan is het eigenlijk min of meer de vraag, wanneer komt de eerste wereldtitel er? Ja. Ja, die kan nog steeds komen natuurlijk. Zo oud is hij nog niet. En we zijn in ieder geval blij dat hij hier vanavond in Groningen rijdt. Ondertussen is de wedstrijd toch behoorlijk op gang gekomen. En hebben we een kopgroepje van, ja, oneerbiedig moet ik dat dan even zeggen, mannen van de tweede lijn. Want we zien daar aan kop Kevin Hoekstra, dan zien we Jan-Willem Broos, Marco van der Tuin, de man die op de Wijzezeeënwedstrijd won natuurlijk, Klaas Porninga, Michael Stam en Niels Immerzeel. En ja, Martien, dat zijn niet meteen de namen die je in een kopgroep verwacht. Nee, dit zijn inleidende beschietingen noemen we dit maar. Want er zit natuurlijk, kijk, Evert zit nu daar op kop van het peloton en die gaat zo weer aansluiten. Dus Regenborg controleert natuurlijk heel vaak die wedstrijden. Die pikken echt een beetje de kopgroepen eruit waarvan ze zeggen, nou, dit is wel naar onze zin en nu gaat het gas erop. En anders hebben ze altijd Chris Pijn nog om allerlei dingen recht te zetten. Dus het kopgroepje is inmiddels alweer ingehaald. We hoeven ons geen zorgen te maken. Nou, dat was natuurlijk heel mooi geweest dat er zo'n groepje rondrijdt. Dat gunnen we die man natuurlijk van harte. Ja, zeker. Regenborg, die zitten natuurlijk best wel in een lastige situatie. Die zijn eigenlijk gewend om elke wedstrijd te controleren, tempo te houden, gaatjes dichtrijden. Maar die mannen zijn niet langer de snelste in de peloton, want er is eentje die sneller is. Dat hebben we de afgelopen weken wel gezien. Nou, ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind dat er is eigenlijk geen makkelijke ploeg om te coachen dan Regenborg. Want dat is gewoon de ploeg waar je met vier verschillende scenario's gewoon nog kunt winnen. En kijk, je hebt nu natuurlijk gezien, hè, Jumbo heeft het nu dan twee wedstrijden voor elkaar gekregen om Harm in een positie te krijgen waarin hij kan winnen. Maar bij Regenborg, en hebben ze nu Bart nog niet eens erbij. Maar als Bart Holwerf er ook nog is, dan hebben ze gewoon drie of vier jongens die een wedstrijd kunnen winnen. En eigenlijk komt het erop neer dat Harm Visser gewoon bij al die vier jongens altijd ook mee moet zitten. Want anders dan heeft Jumbo-Visma gewoon een probleem. Als Mats Stoltenborg wegrijdt met Evert, hebben ze een probleem. Als Robert Post wegrijdt met Bart Holwerf, hebben ze een probleem. Zelfs Harm Visser heeft heel vaak een probleem met die jongens. Dus Regenborg is in de breedte, hebben ze gewoon zoveel troefkaarten die ze uit kunnen spelen. Dat ze gewoon veel vaker in een positie komen. Gary Hekman, die kan ook, als hij de kop goed heeft staan, kan hij ook zomaar een wedstrijdje meepakken op de baan om te winnen. Dus er zijn gewoon drie of vier jongens die, als ze in een kopgroep terechtkomen, het gewoon zo uit kunnen spelen dat ze winnen. En kijk, dat heeft Jumbo-Visma in de breedte op dit moment nog niet. Tenminste, nog niet laten zien. Die jongens kunnen ook wel wedstrijden winnen, maar als het dan een sprintje wordt, ja, dan is het toch heel vaak één van die mannen van Regenborg die daar aan het langste eind trekt. Ja. Dus dat hebben ze absoluut voor en dat gebruiken ze in de koers natuurlijk ook heel vaak. Ja, dat is zeker waar. In de breedte, qua sprinters, is dat natuurlijk echt een topploeg, die ploeg van Regenborg. Evert Holwerf natuurlijk, de Nederlands kampioen, heeft dat al laten zien. Een man die er ook weer bij is. Vorige week was hij geschorst. Jordi Haring had twee keer een gele kaart gehad en moest in Eindhoven toezien hoe de andere mannen wel hun rondjes mochten maken. Vandaag hier in Groningen is hij er weer bij. En dat is altijd mooi natuurlijk om Haring erbij te hebben. Een man die wil aanvallen. En zeker ook voor klassementleider Sjoerd den Hertog een welkome aanvulling binnen die ploeg. Ja, en natuurreis natuurlijk. Hè. Volgende week in Luleå, dat zal hij ook al wel weer omcirkeld hebben in zijn agenda. Ik had het idee dat hij op de Wijzezee een klein beetje ontevreden was met hoe het allemaal liep, zeg maar. Niet dat hij daar slecht reed, maar ja, dat, goed rijden wil nog niet zeggen dat je ook de uitslagen rijdt die je zelf graag wilt. Maar hij liet zichzelf daar wel weer uitgebreid zien. En hij is gewoon echt goed in vorm, dus die ga je de komende weken in Noord-Zweden ook wel weer zien. Ja, het is één van die mannen die je altijd kan opschrijven voor het natuurreis. Het is ook een man die je geen kopgroepen mist of zelden een kopgroep mist op kunstijs. Iemand die een heel stabiel niveau heeft en eigenlijk daar altijd wel zit. Tijdens de alternatieve Elfstedentocht weet hij natuurlijk tweede. Hij moest het afleggen tegen Chris Pijn Arends. En dat lijkt toch ook wel een beetje een strijd te gaan worden, hoor. Straks daar in Zweden. Chris Pijn Arends en Jordi Haring, die houden elkaar altijd nauwlettend in de gaten. Echte mannen van een natuurreis. De mannen met de lange adem. Tot dusver redelijk makke wedstrijd. Bij de dames waren we nu de helft van dat peloton al kwijt. Bij de heren, als ik dat even snel ga bekijken, nog helemaal geen uitvallers. Slecht teken.
Ja, of een goed teken. Iedereen is vandaag bijzonder in vorm hier in Groningen. Maar inderdaad, misschien een slecht teken. Of in ieder geval het teken dat het nog niet een hele harde wedstrijd is geweest. Kijk, rondjes 33 die we net zagen, daar gaan we niemand mee losrijden. Maar goed, nu zit de teller op 28. 28.2 voor Mats Stoltenborg. En dan zie je het hele peloton uitrekken als een harmonica. Dus hier moeten we het een beetje van hebben, Jan. We moeten... De gashendel moet open en dan krijgen we echt wel afvallers. Maar dit is ook de manier om kopgroepjes te forceren. Dus het ziet er nu iets beter uit. Ja, en Mats die wil altijd wel minimaal na een 28er nog een 27er rijden. En dat doet hij dan ook. En dat is wel het kenmerk natuurlijk van Mats. Je ziet natuurlijk heel veel schaatsers in dat peloton die even naar kop gaan en een rondje hard rijden en daar weer afgeven. Mats die trekt altijd net even iets langer door. En daardoor weet hij vaak ook wel iets te forceren. Terwijl we nu een aanval zien. Een aanval van Harm Visser. Het witte jongerenpak is in de aanval. En dan natuurlijk alle hens aan dek. En een flinke valpartij daar in die bocht. Een man of 4-5 zeker. Missen nog wel meer daar tegen de boarding. We zien de man van Jumbo-Visma. Iedereen krabbelt zo te zien weer overeind. Het lijkt Casper de Gier daar. De man van Bouwselect. Vanuit onze positie kunnen we het niet helemaal zien. Uiteindelijk krabbelt iedereen weer overeind. In ieder geval Casper de Gier. Die daar lijkt gevallen te zijn. We zien ook Christian Haasjes die weer opgekrabbeld is en weer doorrijdt. Ja, maar die mannen die gaan niet weer terugkeren. Ja, een man van Bouwselect die hier een thuismarathon rijdt. Dat is Ronald Kruijer in ieder geval die gestopt is. Ja, die heeft pijn hoor. Ook Casper de Gier die is er niet meer bij. Die is ook hard gevallen. Die heeft het toch ook lastig dit seizoen met die valpartij hoor. Al meerdere malen dit seizoen tegen het ijs. En er een tijdje uitgelegen na een valpartij. Ronald Kruijer heeft het zwaar hoor. Die hinkelt een beetje. Die is echt wel hard gevallen. Kan moeilijk op zijn rechterbeen staan, zo lijkt het. En dat is ook echt wel een domper hoor. Voor de wedstrijden die er straks aankomen in Zweden. Want het was Ronald Kruijer die vorig jaar de alternatieve Elfstedentocht won. Ja, en als je dan iets niet wil, dan is het in de laatste kunstijswedstrijd voordat je weer naar natuurijs gaat nog een keer zo hard vallen. Ik had het idee, Ronald die kwam als laatste uit de boarding terug, dat hij er als eerste lag. En dat de rest eigenlijk een beetje toch tegen hem aanklapte, zeg maar. Dat is natuurlijk, als er meer vallen, is dat de allerslechtste positie die je kunt hebben. Dat je als eerste bij die boarding bent. En dat de rest daar nog achteraan tegen jou eigenlijk aanvalt met die messen. Want hij heeft het niet breed. Zonde. Ja, gelukkig iedereen weer rechtop. Niemand is blijven liggen. Dus dat is in ieder geval een soort van goed teken. Hopelijk dat Ronald Kruijer niet ernstig geblesseerd is geraakt hier. Hij kan moeilijk op zijn rechterbeen staan. En dat komt ook van de pijn. Misschien dat ook zijn schaats niet helemaal in orde is. Waardoor die niet meer lekker loopt. Goed, we gaan weer kijken naar de wedstrijd. Waar de mannen even rust hebben daar in dat peloton. We zien helemaal daar aan de voorkant... Martijn Mulder, ook Chris Huizinga helemaal aan de voorkant. Er waren enkele mannen die op achterstand reden, waaronder onder andere, als ik dat zo zag, Daan Gelling. Die zijn inmiddels weer teruggekeerd in dat peloton. Dan hebben we drie uitvallers door deze valpartij. Dat zijn Ronald Kruijer, Casper de Gier en Christian Haasjes. Ja, de schade wordt in het peloton ook even opgenomen. Iedereen zit even te kijken van nou, wie missen we van ons team. Wat is er gebeurd? Wie zijn we kwijt? Ja, Christian Haasjes moet ook stoppen, helaas. Maar goed, de kruiddampen zijn weer opgetrokken. We kunnen weer door met de mensen die er wel die nog wel overeind staan. Het is wel een mooi momentje om even weg te rijden, zeg maar. Nu, kijk, het hele peloton is een beetje aan het inventariseren van, nou, wie zijn we kwijt, wie missen we? En er wordt gelijk door 6 man even geschakeld. Laten wij daar dan maar eens even gebruik van maken. Kevin Hoekstra, Jan-Willem Roos, Arjen van Damme, Timo Verkijk, Gary Hekman en Niels Overvoorde. Die hadden 1,7 seconden, maar dat is alweer gebeurd. Ja, die mannen die reden licht vooruit. Maar daarachter komt dan Daan Gelling.
De man die door die valpartij op achterstand reed, gaat nu aan kop van het peloton en die dicht weer het gaatje. En de rust keert weder in dat peloton. Er wordt weer even met de handrem opgereden. En op dat moment gaat natuurhuisman Jordi van Workum wederom in de aanval. En, Jordi Haring. Ja, sorry. Ik ben even met het geluid bezig en eventjes afgeleid. Wat zei ik? Jordi van Workum. Oh ja, die doet helemaal niet mee natuurlijk vanavond. Jordi Haring. Ja, zo zie je maar. Mannen kunnen niet twee dingen tegelijk. Maar goed, het is weer geregeld. Ik krijg weer een duimpje van de regie, dus het geluid zou nu weer goed moeten zijn. Het was even niet helemaal in balans. En we zien een langgerekt peloton. Dat kan maar één ding betekenen, dat het behoorlijk hard gaat. En we zien daar Haam Visser met een rondje 29 laag. Sommige mannen daar die er achteraan komen rijden rondje 28, dus het tempo ligt behoorlijk hoog. Ja, er vallen toch wat gaatjes halverwege, dus het is niet dat er niet gereden wordt, het is meer dat iedereen even hard rijdt. En daar krijg je meestal niet de mooiste wedstrijden van. Nee, marathonschaatsen is toch deels ook gewoon je benen stil houden op het juiste moment, waardoor dingen kunnen ontstaan. Ja. Maar goed, we zijn natuurlijk zo net bij de dames wel getrakteerd op een fantastisch schouwspel, een fantastische wedstrijd met heel veel ploegenspel, maar ook heel erg hard rijden. En nu is het met name een tactische wedstrijd hier in Groningen. Er wordt veel naar elkaar gekeken. Af en toe rijdt er een groepje weg. Maar even daarna komt dat peloton ook steeds weer terug. En zien we daar Mats Stoltenborg in het midden van dat peloton. Die leek een aanval voor te bereiden. Maar kiest er toch weer voor om in het gereel te gaan. En rond de tiende positie in te sluiten. Ja, Martien, jouw voorspelling van... We gaan finishen met een klein peloton. Sta je daar nog steeds achter? Ja, zeker. We moeten nog 80 ronden. Toen begon het bij die meiden ook pas, hè. Die jongens hebben nog tijd zat om er een wedstrijd van te maken. Alleen het enige wat een beetje nu als een soort zwaard van Damocles boven dat peloton hangt, dat is hoe langer het duurt, hoe meer Reggeborg vaak uiteindelijk denkt, nou weet je, dan gaan we wel controleren. En dan gaan wij een beetje zelf toesturen naar zo'n massasprint. Nou ja, dat is een klein beetje wat je nu ziet gebeuren. Dat, wie was het? Mats gas geeft en dat er Chris Pijn en Ronald gewoon erachter zitten en denken, nou ja, weet je, geef jij maar gas. Wij nemen niet over, wij houden het hele peloton bij elkaar. En ja, hoe dichter je bij het eind komt, hoe makkelijker dat eigenlijk wordt, hè, om dus een heel peloton dan je wil op te leggen. En dat zou vandaag ook kunnen gebeuren. Er zijn natuurlijk ook wat mannen die denken, ja, volgende week moeten we nog echt 3 keer aan de bak. Dit pakken we even tussendoor mee als training. En dan zien we donderdag in Luleå wel weer verder hoe we het aanpakken. Ja, maar dan hebben we het natuurlijk over Reggeborg en de tactiek. Ze zouden best een massasprint willen natuurlijk. Alleen ik ben toch benieuwd, Jan-Martin, met hoeveel vertrouwen ze dan naar die massasprint toe gaan. Want de afgelopen 2 wedstrijden in die sprint was Harm Visser natuurlijk bijzonder snel. He, we gaan dan kijken binnen de ploeg van Reggeborg wie dat moet gaan doen. Dan moet of Evert Hoorwerf dat gaan doen of Gerry Hekman. Ja, dat kan wel eens een hele spannende laatste ronde worden. Ja, het is ook zo, maar als ze hem echt met een man met een trein zeg maar, aan kunnen trekken, dan die jongens raken echt niet van slag als ze 2 keer niet winnen. Hoor. Ik bedoel, die hebben dit jaar al zo vaak wel gewonnen, dat vertrouwen dat is echt niet zomaar weg. Alleen, ik kan me ook voorstellen dat Bart eigenlijk de allersnelste man is, maar goed, die is er dan vandaag even niet. Dus wat dat betreft heb je echt een ijzer minder in het vuur. Dat kan wel zwaar wegen. Als je natuurlijk die laatste paar rondes met een man of 5 die sprint kunt voorbereiden. Dan wordt het ook voor Harm Visser lastiger om daar nog weer omheen te komen. Of tussendoor te komen. Maar goed, zover zijn we nog lang niet, Jan. Nee, het is nog 75 niet. Ronden, dus we hebben nog tijd zat. Ja, we hebben al enkele keer gezien dat Chris Pijn Arends een aanval plaatst. Hij krijgt dan vaak zijn teamgenoten Ronald Haasjes met zich mee. Dit was niet echt een aanval. Maar vaak Chris Pijn Arends is even flink aan de boom schud. En dat zou er toch op kunnen duiden dat ze misschien toch wel een kopgroep willen. Waar in ieder geval 2 man erbij zitten.
Vooralsnog is het dan niet gelukt en blijft het peloton eigenlijk constant wel redelijk compleet. Hier en daar een speldenprik, maar geen grote gaten tot dusver in dat peloton. En op het moment dat ik dat zeg, zien we een hele grote kopgroep ontstaan. We zien dat Gary Heckman nog de sprong waagt naar die kopgroep. Hij krijgt ook nog Niels Overvoorde met zich mee. Maar dan zijn er natuurlijk enkele ploegen in dat peloton die er niet bij zitten. Waaronder de formatie van Sprocht. En dan wordt het toch weer snel dichtgereden. Ja, en Chris Pijn heeft Victor Rammeler ook op de bagagedrager. Hè? Die zit ook steeds in dat treintje met Ronald Haasjes. Het lijkt een beetje op de ANWB serviceauto, zeg maar. Die mannen zitten met z'n drieën klaar om alles. Ze houden in ieder geval nauwlettend alles in de gaten. En ik denk als het misloopt, dan kunnen ze nog het een en ander recht zetten. Maar ze bemoeien zich nog niet echt met de koers, maar ze zitten wel klaar om. Om als het nodig is hun steentje bij te dragen voor het team. Het is echt een groen-zwart treintje in het midden van het peloton, hè, zo met z'n drieën. Ja, en dan daarachter natuurlijk als Siamese tweeling de twee Kemphanen, de twee eerste mannen in dat klassement, het oranje en het wit. Dat is eigenlijk ook wel mooi, hè, dat de eerste twee mannen in het klassement het oranje en het wit dragen. Dan kun je ze in ieder geval goed in de gaten houden in dat peloton. Dan hebben we het natuurlijk over Harm Visser, die daar in het witte pak rijdt. En Sjoerd den Hertog, de man daar halverwege dat peloton in het oranje. En Sjoerd den Hertog weet zich dan gesteund door zijn hele ploeg om hem heen. Het zal niet echt afgesproken werk zijn dat ze allemaal bij Sjoerd den Hertog mogen blijven. Nou, Sjoerd heeft dan toen hij die wedstrijd oversloeg, zei hij, nou ja, dat klassement, ah ja, daar heb ik al een keer gewonnen en zo. Maar zo rijdt hij nu niet in ieder geval. Want hij is inderdaad nog geen, ik denk dat hij 2,8 centimeter achter de rug van Harm Visser nu rondrijdt, al een aantal ronden. Dus zoals het er nu uitziet is hij met één ding bezig en dat is wel dat klassement. Want als er nu 23 man wegrijdt, zitten zij met z'n tweeën er niet bij. Ja, hij heeft natuurlijk niet meteen gezegd dat het klassement niet belangrijk is, maar natuurreis was voor hem natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Daar lagen een deel van zijn doelen en daarvoor vond hij het nodig om nog even naar de zon te gaan om te fietsen. Natuurlijk, als je zo dichtbij bent, hij hoeft nog maar anderhalve wedstrijd. Hij heeft nu het oranje leiderspak, ja, dan wil je hem binnenhalen ook. Op zaterdagavond tussen 8:15 is het klassement toch heel belangrijk. Dat is wel duidelijk te zien nu. Kijk, hij heeft nu één mannetje ertussen, maar dan, daarna zit hij weer in de rug van Harm Visser. Ah, ik vind dat ook wel mooi. Zo, die laatste paar wedstrijden van zo'n seizoen hoort dat er een beetje erbij. Hè? Dat die strijd om dat pak is dan natuurlijk toch mooi. En er zijn toch meer mensen die zo'n pak niet winnen dan mensen die het wel winnen. Dus ik snap gewoon helemaal dat je dan toch denkt van ja, het is nu zo dichtbij. Laten we hem nou ook maar proberen binnen te slepen. Ja, en het is natuurlijk best wel een gek iets. In het voetbal draait het uiteindelijk om zoveel mogelijk punten te halen. Je kan natuurlijk als Ajax zijn wel een keer van Feyenoord winnen. Maar als je aan het eind van de rit na 18 of na 34 wedstrijden niet aan de leiding staat, ja, dan heeft die ene wedstrijd heeft natuurlijk niet zo heel veel invloed daarop. En wat dat betreft, dat klassement in het marathonschaatsen is soms wel een heel klein beetje het ondergeschoven kindje. Iedereen roept altijd maar, we gaan voor dagoverwinningen, want dat vinden we belangrijk. Maar in zo'n oranje leiderspak rijden is toch fantastisch. En zo'n oranje pak uiteindelijk binnenhalen, het is gewoon een hoofdprijs. Ja, het is ook zo, maar we hebben natuurlijk bij die dames ook net over gehad van ja, weet je, het is één valpartijtje en het is helemaal klaar. En als je daar dan 8 of 9 of 10 wedstrijden aan op moet hangen, met alle risico's van dien. Want je moet dan gewoon soms in de koers echt dingen laten lopen en ook echt koersen, nou ja, voor een overwinning soms misschien wel weggeven. Omdat je dat pak wil winnen. En dat is een beetje, daar moet je wel een beetje lange adem en geduld voor hebben, ook in een team, zeg maar. Hè. Je moet, kijk, je kunt niet in je eentje zo'n pak winnen. Ik bedoel, als nu Sjoerd zegt van ja, ik wil dat pak winnen, betekent gelijk dat dat Jordi Haring Daan Gelling ook moeten zeggen van nou oké, wij gaan jou daarbij helpen. Dus het betekent voor de hele ploeg wat. En je kunt niet in je eentje beslissen van nou ik ga voor dat pak rijden en de rest van het team iets anders laten doen of vol voor de overwinningen laten rijden. Want dan ga je het gewoon niet redden. Dus het zijn best wel heftige beslissingen zeg maar voor een team om al snel te zeggen nou wij gaan voor dat pak. Dat is natuurlijk heel anders dan in het wielrennen. Daar gaat zo'n team gewoon volledig voor de gele trui, al vanaf dag 1. Als je Pogacar in je team hebt of je hebt Roglic in je team, dan is dat gewoon het doel. En zo belangrijk is het in marathonschaatsen naar mijn idee in ieder geval niet. Nee, zeker niet. Dat is in ieder geval duidelijk.
Wat dat betreft is het wel echt een hoofdprijs en zien we een mooie strijd hier in Groningen. De twee mannen die zijn constant heel vlak bij elkaar. Nu is het de Sjoerd en Hertog die voor Harmvisser zit. Ja, en die mannen die houden elkaar in de gaten. Sjoerd en Hertog probeert op zijn beurt dan weer van zijn compaan af te komen, maar dat lukt dan niet. Harmvisser die kijkt een beetje om zich heen. Oh ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig, lijkt hij te willen zeggen. Maar goed, wij weten wel beter. Het is een absolute hoofdprijs. En die mannen die zullen tot diep in de finale bij elkaar blijven. Tenminste, als geen van de twee valt of misschien gewoon geen goede dag heeft. Nou ja, er is ook een groot verschil tussen Harm en Sjoerd natuurlijk wat dat betreft. Sjoerd heeft eigenlijk in de loop der jaren alles al wel meegemaakt. En Harm Visser is wat dat betreft natuurlijk een nieuweling die denkt, ja jeetje, ik ben nu echt fulltime marathon schaatsen. Ik heb nu twee keer een wedstrijd gewonnen. Ik loop nu zo hard in voor het klassement. Misschien kan ik dit ook wel gaan winnen voor de eerste keer. En nou ja, dat zou me ook niet verbazen als hij uiteindelijk aan die druk ook net ten onder gaat. Want ja, als Sjoerd hem niet wint, zal hij zeggen, ja, nou ja, mijn doelen liggen ook echt op natuurreis. En hij heeft een bepaalde, denk ik, toch een ontspanning in zich van, nou ja, ik heb het al een keer gewonnen. En nou ja, we zien aan het eind wel wat het wordt. En dat heb je soms ook nodig, hè, dat je denkt, nou ja, we zien het wel. Ja, een mooie koep nu hier in dat peloton. We zien de nummer 3 in dat klassement. Jeroen Janessen, die denkt van ja, die twee eerste mannen in het klassement, die letten op elkaar. Die geven elkaar absoluut geen ruimte. Waarom zou ik niet zelf gewoon gaan aanvallen? Hij krijgt zijn teamgenoot Ruben Lichtenberg met zich mee. En die mannen die geven ze even flink gas hoor. Alleen daarachter, daar komt de rest van dat peloton alweer. Die mannen willen wel die tonen inzet hier. En dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Maar de rest van het peloton zit erbij. En ja, daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden. Luc de Haar staat vierde. Ook nog niet op hele grote achterstand. Maar Jeroen Janessen, ja, die staat op maar een paar puntjes natuurlijk achter Harm Visser. Ja, maar en dat is wat het marathonschaatsen zo mooi maakt. We rijden hier nu met een man of 55 denk ik rond. En er zijn wel 55 belangetjes van iedereen die dat heeft. Want die mannen zijn nu druk met dat klassement. Maar ondertussen in dezelfde rondes denkt Regenborg op dit moment van nou, die massasprint komt steeds dichterbij. Wij gaan nog maar eens een beetje meer controleren. Je ziet ze nu zelf op kop van het peloton ook rijden met Crispijn. Dus die denken nou, als die mannen zich op elkaar focussen en er komt geen kopgroep, dan hebben wij nog wel een sprintertje bij ons die vandaag hier misschien gewoon de koers kan winnen. Ook al doen wij niet mee voor het klassement. Dus ja, zo zijn er allerlei belangen. Hè. Moet je maar net soms, ook als je als ploegleider langs de kant staat, al die belangetjes ook doorzien en ook weten waarom iemand ineens toch een gat dicht gaat rijden of juist niet. Ja, een aanval nu van Mats Stoltenborg. Het was mooi om te zien. De ploeg van Regenborg met Crispijn Arends daarvoor aan. Die reed de kop. Crispijn Arends die keek eigenlijk een beetje onder zijn arm door en die zag van Mats Stoltenborg komen en hij versnelde enorm. Mats op zijn beurt wilde niet toegeven en gaf meteen gas. En ja, dat resulteert even zo tussendoor in een rondje van 27-7. En ja, dan gaat het ineens heel hard. En dat zie je meteen in dat peloton. Enkele mannen die het lastig hebben. En enkele gaten in dat peloton. En dan is het ook mooier dat Harm Visser, dat doet hij eigenlijk het hele seizoen al. Die verzaakt nooit. Als hij op kop komt, dan neemt hij gewoon over. Houdt hij het tempo hoog. En hij is wat dat betreft veel meer dan alleen een snelle sprinter. Hij is wel echt een complete marathonschaatser gebleken dit seizoen. En natuurlijk krijgt hij Sjoerd en Hertog met zich mee daarvoor in. Ja, en dat is eigenlijk wel een beetje hetzelfde type natuurlijk. Hè. Dat is een goede sprinter. Heeft veel wedstrijden al gewonnen in de massasprint. Maar ook hij verzaakt eigenlijk nooit. En dat, ja, dat toont die mannen wel. Dat geeft die mannen wel kleur. De peloton langrekt. De Portugees Bravo. Volgens mij, ja, Bravo. Die gaat hier de wedstrijd verlaten. Het is natuurlijk mooi om weer een Portugees bij te hebben. Die doet de laatste weken behoorlijk goed. Maar ja, vandaag in Groningen is het niet zijn dag. Veel lichtblauw nu voorin. Ploeg van Sjoerd en Hertog. Ja, we hebben er één witte tussen. Ja, de ploeg van Ewer natuurlijk. En die kijkt nog steeds om zich heen. Van nou, volgens mij gaat het zo allemaal prima. Ja, aan de andere kant, hij heeft niet dat oranje leiderspak aan, dus hij moet wel iets natuurlijk. Harm Visser. Ah, ja, maar Harm kan dit natuurlijk alleen maar, die gaat dit puntje voor puntje, die probeert natuurlijk straks
Het is kansloos voor Harm om nu te denken, nou ik ga wel eens even met een kopgroepje hier wegrijden zonder Sjoerd. Ze rijden natuurlijk 4 of 5 van die lichtblauwe mannen. Die gaan dat gegarandeerd rechtzetten. Dus de enige kans die hij eigenlijk heeft is gewoon om in een sprint een paar plekken. Of misschien, hij hoopt natuurlijk een heleboel plekken voor Sjoerd te eindigen. En daar gaat het wel steeds meer op lijken. Ja, natuurlijk. Je hebt wel gelijk. Er moeten wel mannen de strijd staken. Een aantal uitvallers kunnen we nu noteren. Alleen voor in dat peloton wordt wel doorgereden. Er zijn wel wat aanvallen. Maar echt gaten ontstaan er niet. Iedereen die houdt elkaar in de gaten. Er is altijd wel een ploeg die niet tevreden is met de mannen die wegrijden. En weer de achtervolging inzet. En dat resulteert erin dat we een wedstrijd rijden van 125 ronden. We hebben bijna 75 ronden gehad. Nog 54 ronden te gaan met een compleet peloton. Het lijkt een avondje te worden waarop de dameswedstrijd spectaculairder was dan de herenwedstrijd. Ja, maar dan moet ik zeggen dat we dat dit seizoen wel eens vaker gehad hebben natuurlijk. De dames die maken er toch vaak... in tegenstelling tot voorgaande jaren, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar het was natuurlijk wel eens zo in het verleden dat de dameswedstrijd best wel saai was. Dat er weinig gebeurde. En dat de herenwedstrijd altijd heel erg spectaculair was. Maar dit seizoen is het regelmatig andersom. De dames koersen erg attractief. En de heren, ook wel door Regenborg, niet altijd heel erg attractief. Natuurlijk, die sprints zijn fantastisch om te zien. Ja. Maar Regenborg koerst over het algemeen redelijk defensief. Defensief, maar vooral controlerend. Ze willen echt in een kopgroep echt bepalen van dat en dat en dat en dat moeten we erbij hebben. En anders rijden we gewoon niet door. En dan zijn ze gewoon heel bepalend. En ik denk dat je bij die meiden vanavond ook weer gezien hebt dat dan moeten we even de echte alle lof aan Zaanlander geven. Maar als die meiden gaan koersen, dan krijg je wat je vanavond gezien hebt. Gewoon een fantastische koers. Want de meiden die het hard schaatsen, die laten dat ook in de koers zien, zeg maar. En dan wordt het voor iedereen daarachter echt heel moeilijk. En dan wordt het ook loodzwaar. Dus dan krijg je toch de mooiste wedstrijden. We gaan nu rond in een rondje 34-9. Dat toont aan dat we op dit moment niet heel erg hard rijden. We hebben wedstrijden bij de pupillen vandaag gezien waar het harder ging. Dus wat dat betreft... De mannen nemen er de tijd voor hier vanavond in Groningen. Maar goed, die meiden hadden een rondje 52, hè? Ja, maar goed, we zijn er nog niet bij de mannen, dus dat kan nog steeds. En wat dat betreft heb je misschien ook wel een heel klein beetje gelijk, Jan-Martien, met wat je eerder zei. Die mannen die zijn al met één been in dat vliegtuig. Die zitten al een heel klein beetje met de gedachte bij het Zweedse natuurreis van Ulea. Die denken ook, als ik hier maar helemaal de schoppers rij... Alle energie die ik heb uit mijn lichaam pers om een goede uitweg te rijden in Groningen, dat ga ik misschien wel tekort komen straks in Zweden. Sterker nog, ik denk dat Ronald Kruijen nu gedacht had, was ik vanavond maar niet gestart. Want die jongen die heeft natuurlijk vorig jaar een fantastische overwinning gehaald in Noord-Zweden, in Lapland. En die ging nu toch redelijk sneu van de baan af met een, in ieder geval in eerste instantie leek het een behoorlijk ernstige blessure. En dat is natuurlijk echt het allerlaatste wat je wil één week voordat je op natuurreis aan de bak moet. En dat speelt misschien ook wel een beetje mee, hè? Dat je wil nu geen blessures meer hebben. Nee, en dan zien we eigenlijk wat we het hele seizoen al zien. De ploeg van Regenborg, die is aan het controleren. Ze rijden een tempo, 32 seconden over een rondje. Niet heel erg langzaam, niet heel erg hard. Maar de rest van de peloton denkt niet van nu gaan we echt even in de aanval. Want daar gaat het dan misschien net een tikkeltje te hard voor. En daardoor sukkelt eigenlijk dat peloton een beetje in slaap. Ze ontnemen eigenlijk de aanvallers de lust om een aanval te plaatsen. Ja, en dat laat Timon Verkaik natuurlijk niet gebeuren. Want die gaat hier ten aanval. Ja, en dan zul je, ook zien dat Willem Holwerf... die zal langzaam dat tempo weer wat omhoog brengen. En denken van, als ik zo over 10 ronden weer heb, dan zijn we weer 10 ronden dichter bij een massasprint. Dus, hij ziet juist graag waarschijnlijk dat twee mannen een beetje vooruit rijden. Dat is prima, is te controleren. Hij heeft er echter geen rekening mee gehouden dat ze achter hem ook gaan staan. Waardoor ze met z'n tweeën nu los zijn.
En dat er een man van Jumbo-Visma gaat aanvallen. Dat is Robert Post. Alleen dan kunt u natuurlijk altijd rekenen op Evert Holwerf daar in het rood-wit-blauw. Die gaat ook de oversteek maken en krijgt een Jordi Haring met zich mee. Ja, en dan denkt Mats, nou, daar er gebeurt wat. Mee. En als ik niet weet wat ik moet doen, dan ga ik gewoon heel hard schaatsen. Dus die brengt nu eigenlijk alles weer bij elkaar. En Willem Holwerf denkt, nou, dit heb ik niet dicht hoeven rijden, dus ik kan straks nog een keer de gashendel lostrekken. Ja, en dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal van de wedstrijd van vandaag natuurlijk. Er is altijd wel een reden van iemand om het gaatje te dichten, om weer terug te rijden naar die kopgroep. En er is voor Mats Stoltenburg altijd wel een reden om gas te geven en dat doet hij dan ook. Hij krijgt zijn ploeggenoot Harm Visser met zich mee. En dan kan het natuurlijk niet anders. Daarachter zit het oranje leiderspak van Sjoerd en Hertog. Die mannen die zitten de hele wedstrijd al bij elkaar. Dan zien we natuurlijk ook Luc de Haar, de nummer 4 in het klassement, daarbij zitten. Dan zien we ook Gary Hekman, dan zien we ook Crespijn Arends. En eigenlijk alle mannen die je van voren verwacht, zitten daar. Het kon bijna wel al de laatste ronde zijn, maar er staat echt nog 45 op bord. Nou ja, laat ze dan lekker vroeg beginnen aan die finale. Dat doen ze in ieder geval door ontzettend hard te rijden. Want ze rijden toch met een groepje van een man of 7 ineens ver weg van dat peloton. Het gat zo'n 30, 40 meter. Alleen in dat eerste groepje wel veel mannen die ja, aan elkaar gewaagd zijn. Die een rol spelen in het klassement. Dus waarschijnlijk gaat straks het grote kijken weer beginnen in de eerste groep. En wapperen ze terug in dat peloton. Kijk, wat duidelijk is, Regenborg die neemt volledig niet over. Die sturen gelijk mee naar buiten. Dus wat we eigenlijk 30, 40 ronden geleden al gezegd hebben, dat zie je nu een beetje gebeuren. Die denken, nou, als we erbij zitten, zitten we erbij. Maar wij gaan het in ieder geval niet doen. En dat is natuurlijk baardeloos voor zo'n kopgroep. Want er zijn er gelijk 4 andere mensen die denken, ja, nou ja, dan doen wij het ook niet. Crispijn die rijdt nu met handjes op de rug zijn bochtje en denkt, nou, gaat het door, dan gaat het door. Ja, ze doen dat natuurlijk ook omdat ze zien dat Harm Visser daar zit. Omdat ze zien dat Sjoerd en Hertog er zit. Dat zijn naast Hekman en Holwerf misschien wel de snelste man in het peloton. Voor Arends niet echt de reden om gas te geven natuurlijk in die groep. Hey, Mats heeft gelukkig wel weer een reden gevonden om weer eens even vol gas. Ja, ook van Mats zou je denken, wat voor zin heeft het? Hij heeft in ieder geval zijn teamgenoot natuurlijk mee. Maar daarbij ook Sjoerd en Hertog. Sjoerd en Hertog heeft op zijn beurt ook een teamgenoot mee met Jordi Haring. Nou, maar dit kan ik van Mats wel begrijpen. Mats die denkt nu, nou weet je, als dit met 10 man, als we zo naar de finish gaan, dan hebben we veel minder last van andere treintjes. Dan kan er geen Regenborg met 5 man op kop. En dan kan EWR ook niet met 5 man op kop. Dus dan, als ik dan mijn eigen sprinter kan lanceren in de laatste 2 rondes, dan hebben we toch iets meer kans dan in een heel grote massasprint. Dus de druk ligt hier wat dat betreft wel iets meer bij Jumbo-Visma dan bij de andere teams. Ja, nou ja, en nu zie je het toch gebeuren. Dat, het dat tweede groepje gaat aansluiten. Ja, en een heleboel mannen die missen nu toch even de boot. Ja, we zagen teamrijden natuurlijk van Jumbo-Visma. De man op kop in dat peloton was ook een Jumbo-Visma-rijder. Die zag dat Robert Post de oversteek ging maken. Hield zijn benen stil en op die manier zorgde hij er in ieder geval voor dat Jumbo-Visma hier in die kopgroep zit met 3 mannen. Ook 3 mannen voor Royal Ewer. Dus wat dat betreft staat die stand gelijk. Maar wie eigenlijk deze sprong mist van dit groepje is Evert Holwerf. Die had erbij moeten zitten en die heeft nu zijn teamgenoot Haasjes opdracht gegeven. Poef dat gat maar eens even dicht. Ja, en ze zitten na deze komende bocht weer op kop in die kopgroep. Dus ik denk dat ze daar zometeen de benen weer stil gaan houden. Ja, we zien daar Harm Visser die het werk doet in de groep. Maar niet heel erg hard doorrijdt. Chris Huizinga die geeft wel even gas. Die rijdt nu in die kopgroep. Handjes rustig op de rug, maar versnelt wel daar aan kop. En dat zorgt ervoor dat ze misschien weer net iets verder wegrijden van dat peloton. Waar nu Haasjes vol aan de bak moet. En die geeft nu de beurt af. En dan is het Evert Holwerf zelf die dat gaatje moet gaan dichtrijden. Ja. En dat is hem natuurlijk wel toevertrouwd. Hij kan dat. Maar dit is toch energie die hij liever had overgehouden voor de finale, denk ik. Ja, en we zien ook gelijk iets wat we niet zo heel vaak zien. Neef Willem zit helemaal achteraan het peloton. Die had nu denk ik heel graag van voren gezeten om dit voor Evert op te kunnen knappen. Maar...
gaat dat er nu even niet doen in ieder geval. Nee, we zien dat Evert Hofwerf wel steeds dichter bij dat eerste pelotonnetje komt. Hij gaat staan, hij recht de rug geven. Hij weet, ik ga naartoe rijden. Alleen daar vooraan zijn de mannen natuurlijk doorgereden. We zien daar Mats Stoltenborg, we zien daar Chris Huizinga. En ook Crispijn Arends is meegesprongen. We zien er ook Jordi Haring. En daarbij ook Luc ter Haar. Ja, het is mooi voor Luc dit. Ik ben benieuwd of ze daarmee door gaan rijden. Want zowel voor het klassement is het leuk voor Luc, maar ook voor een overwinning zou dit. Dus ik geef daar niet zo heel veel kans, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Nee, zeker niet, omdat ook Jeroen Janissen mee is gesprongen. Ja. De nummer 3 in het klassement. Dus de nummer 3 en 4 in het klassement, nu in de kopgroep. Maar goed, Crispijn Arends wil niet doorrijden. Mats Stoltenborg wil niet doorrijden. Luc ter Haar denkt van, ja, neem mij maar mee. Maar ik ga ook niet op kop rijden. Daardoor is eigenlijk die kopgroep binnen een rechte stuk weer omzeep. De enige die wel door wil rijden is Jeroen Janissen. En op die manier gaat de rest van dat peloton ook weer aansluiten. En met nog 35 ronden op het rondebord gaat zo het hele peloton weer in elkaar schuiven, ben ik bang. En gaan we toch zo langzamerhand naar een massasprint. Of ben ik dan te vroeg? Ik ben dan eigenlijk te vroeg met nog 35 ronden te gaan. Dat we toewerken naar een massasprint. Nou, ik denk dat je gelijk hebt. Ik geef je niet zo vaak gelijk, maar ik denk in dit geval... Nee, dat is mij wel opgevallen. Alles wat ik zeg, jij trekt alles in twijfel. Ja, daarvoor staan we hier toch samen. Oeh, Jeroen Janissen met de mond wagenwijd open. En dit is toch wel mooi hoor. De klasse mensleider Sjoerd den Hertog, die kiest de aanval. Die denkt, de aanval is de beste verdediging. Die gaat hier gewoon aanvallen, krijgt zijn teamgenoot met zich mee. En dan ziet hij, als hij achterom kijkt, dat Mats Stoltenborg... Dit gaatje moet dichten. Ah, maar die kon dat niet. Die kon dat niet. Nu is het Harm Visser zelf. Dus hier in het klassement man tegen man. Dat is toch mooi hoor. Daar hebben we een kleine 100 ronden op moeten wachten. Maar het wit en het oranje rijden uit elkaar. En dan moet het wit gaan achtervolgen. Ja, mooie actie. Maar ik ga je nog een keer gelijk geven. Want je ziet, dat Harm Visser dat gewoon ontzettend makkelijk dichtrijdt. He, dus dat is niet een sprinter die met de armen los een gat dicht moet martelen. Die rijdt gewoon met de vingers in de neus, rijdt hier even het gat naar Sjoerd dicht. Dus die jongen heeft echt enorme sprongen gemaakt hoor. Het is echt mooi om te zien dat hij zo sterk is en ook uiteraard ook met zelfvertrouwen hier rondrijdt. Want hij heeft de laatste twee wedstrijden gewonnen. Dus waarom zou je het niet, zou je dat zelfvertrouwen niet hebben? Nee, en het spel is op de wagen hoor, want we zien steeds meer uitvallers. Waar we dachten twee ronden geleden, dit wordt zeker een massasprint, begin ik daar nu toch wel aan te twijfelen, Jan-Martin. Want we zien nu een kopgroepje ontstaan. Twee mannen nu vooruit, met daarbij Jordi Haring, ook Chris Huizinga. Dan zien we een achtervolgend groepje, wat ook best wel gevaarlijk is. Ook Gary Hekman daarbij, Mats Stoltenborg. Dan zit er ook bij Axel Koopman. En in het peloton gaan ze staan. Daar gaat het tempo er volledig uit. Ja, en daar zie je nu dat alle aanvallen die we net gehad hebben... Die gaan nu doortellen, want ze hebben nu natuurlijk 5-6 ronden geleden heeft iedereen moeten rijden. Of in de achtervolging, of om weg te rijden. En nu zijn er echt behoorlijk wat mannen die denken, ja, het is nu even niet aan mij. Maar nee, dit is wel Hekman, een mooi groepje. Ja, Gary Hekman gaf af en Mats Stoltenborg klapte daar meteen onderdoor. Die wil natuurlijk in zijn eentje die oversteek maken. Ja, en Hekman heeft het moeilijk hoor. Dat hebben we dit seizoen al wel vaker gezien, dat hij af en toe even niet kan. En daar lijkt het nu ook op. Of gaat hij dan toch die aansluiting maken? Hij moet nog 10 meter dichtrijden. Ja, en dan krijgen we straks een kopgroep. Ja, ik denk dat hij wel gaat aansluiten van 5 man. En dan gaan we kijken of dan een Gary Hekman wel gaat over in deze kopgroep. Want als hij dat niet gaat doen, ja, dan is het natuurlijk weer gedoemd om te mislukken. Nou, ik vraag me af of Gary Hekman zijn vinger op had gestoken bij deze kopgroep. Chris Huizinga natuurlijk erbij. Mats erbij. Dus Jumbo-Visma in de overhand. Gary die zit erbij, maar die zit er niet van harte bij. Die heeft daar echt voor moeten knokken. Dus ik denk dat hij nu... we zien Evert gewoon die helemaal afhaakt. Of gaat hij op Gary wachten? Ja, hij gaat wachten. Ah, dat is toch wel hoog spel hoor. Ja. Dat is wel hoog spel en dit is toch wel... Ja. Evert gaat even de druk bij Gary opvoeren. Oei. Evert Hofwerf die gaat staan, die gaat wachten. Maar hij is veel te vroeg. Ja, dit is niet handig. Je ziet hem zelf eigenlijk... al schudden met de handen, zo van ja, wat doen we nou?
Ja, dit hadden we niet moeten doen. En Gerry Hekman denkt, ja. Hij stopt gewoon helemaal. Ja. 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 Ja, we zullen nooit weten of die actie eigenlijk bedoeld was om Gerry op te halen. Maar hij staat nu gewoon bij Roy te overleggen. Ja, ondertussen twee mannen aan de leiding. Die mannen zijn wel doorgereden. Chris Huizinga en Axel Koopman. Ja, dat is toch wel een misschien wel beslissende wending hier in die wedstrijd. Want zonder Evert Holwerf heeft Regenborg een pion minder in die sprint. En we hebben net al kunnen zien dat Gerry Hekman misschien wel niet de allerbeste benen heeft vandaag. Nee, maar dat zegt in de laatste ronde niks meer met Gerry. Ja, een bijzondere keus dus. Toevallig sprak ik Roy voor de wedstrijd nog even. En die, toen hadden we het ook even over Gerry en over wat ze al gewonnen hebben. En die zegt, ja, er zijn eigenlijk 10 wedstrijden waarin je Gerry zo van me over kunt nemen. Maar er zijn er ook 4 of 5 waarin ik hem gewoon heel graag erbij heb. Ja, en die wint hij dan ook nog vaak. En dat heeft hij natuurlijk op de Wijze Zee ook weer laten zien. En ik vind hem toch in de laatste ronde heel vaak onnavolgbaar hoor. Dan is hij echt als een duveltje uit een doosje ineens op een plek dat je denkt, oh, waar komt hij nou precies vandaan? Maar hij kan dat natuurlijk als geen ander. Ja, dat gaan we zien natuurlijk. Gerry Hekman weet, het is nog 25 rondjes. Ik heb nog 24,5 ronde om te herstellen. Om ervoor te zorgen dat ik straks uit die laatste bocht kan knallen. Meestal die wijde bocht kan rijden en dan op het laatste rechte stuk mijn kunstje te doen en er voorbij te knallen. Dat is wat Gerry Hekman nu moet doen. Hij heeft natuurlijk een goede adjudant met Chris Pijn Arends. En die mannen die gaan nu de achtervolging inzetten op de twee eerste mannen in de wedstrijd. Dat zijn Daan Gelling en Luc Ter Haar. Ja, weer Luc Ter Haar. Zelf in de aanval. En een veelbelovend groepje daar aan het ontstaan vooraan in de wedstrijd. Als die mannen daarachter gaan aansluiten, dan krijgen we een man of 7-8 aan de leiding. Alleen die gaan ook meteen weer naar elkaar kijken. En dat wordt eigenlijk die hele wedstrijd gedaan. Dan is er eindelijk een mooie kopgroep. Wellicht een kansrijke kopgroep. En dan gaat men toch weer naar elkaar zitten kijken. En dan komt het peloton eigenlijk ook heel snel weer terug. Het is wel grappig om te zien dat team Regenborg al een ronde of 30 bezig is om de druk op Gerry op te voeren. Ik bedoel, Evert staat nu al langs de kant geparkeerd. Chris Pijn die gaat toch weer de boel bij elkaar houden. En ik neem toch eigenlijk aan dat het dan voor Gerry moet gaan gebeuren straks. Ik zou niet zo goed weten wie ze anders nu nog op de korrel hebben om te sprinten straks. Ja, en natuurlijk is dat natuurlijk een uitspraak die je veel hoort in dat marathonschaatsen. Een sprinter kan altijd sprinten. En Gerry Hekman heeft dat natuurlijk al meerdere keren bewezen. Neem hem niet mee naar die laatste ronde. Want hij rijdt je eraf. Dat weet natuurlijk elke ploeg. Alleen wat kan hij tegen een in topvorm verkerende Harm Visser? Dat vraag ik me wel af. We hebben hem deze wedstrijd bezig gezien, Harm Visser. Die maakt echt heel veel indruk. Ja. Mooie aanval nu van Joran Verkerk. Bezig aan een goed seizoen. Vaak in dit soort aanvallen betrokken. En hij kiest nu ook weer de aanval en rijdt zo'n 40 meter voor dat peloton uit. En als hij achterom kijkt, dan ziet hij de ploeg van Regenborg. Nou ja, we komen zo langzamerhand zo ver in de koers dat het formeren van treintjes zo wel gaat beginnen. 20 rondjes. Ja. Moeten we nog een poeltje opzetten wie deze sprint gaat winnen straks? Ja, dat kunnen we doen. Een flesje scrobbeler, denk ik. Ja, is goed. Ik heb jou gezien met een flesje scrobbeler, dus die gaan we aanbieden aan de winnaar. Jij of ik? Ja. Wie gaat winnen vandaag, Jan-Martin? Nou, ik zeg het meer omdat ik wel fan ben, maar dan zeg ik nu een keer Luc Ter Haar. Ik vind die jongen die rijdt het hele jaar al zo goed. Als ik het een van de sprinters zou gunnen op dit moment, dan is het Luc. Niet omdat ik echt serieus denk dat hij dat zo meteen maar even gaat klaren. Maar ik zeg het dan een beetje als fan van de rijder Luc Ter Haar. Ja, dat vind ik een mooie gedachte. Ja, ik ga dan toch vol inzetten op Harm Visser. En misschien een beetje voorspelbaar aan de andere kant. Ik ben echt wel onder de indruk van hoe hij hier vanavond rondrijdt. Ik denk dat hij dat klassement heel erg spannend gaat maken. Dat hij de druk gaat opvoeren. En vandaag al de leiding gaat overnemen. Dat ga ik er dan bij voorspellen. Vandaag al de leiding gaat overnemen in het klassement. En in Leeuwarden, in het Oranje Leiderspak, mag gaan uitmaken of hij, of misschien Sjoerd Hertog, of misschien ook wel Jeroen Janus of Luc Ter Haar dat klassement gaat winnen. Ik denk dat Harm Visser vanavond wint. Ja. Nou, we gaan het zien. 19 rondjes. Helemaal
aan de achterkant van het peloton zien we nu Chris Huizinga. En dat is misschien ook wel een beetje een dark horse. Hè? Die mogen we zeker niet inzetten, een dark horse. Dat is natuurlijk een snelle man. Die kan een goede 500 meter rijden. Komt hier uit Groningen, of in ieder geval uit de provincie Groningen. Heeft hier het schaatsen geleerd. En dat is ook wel een gevaarlijke man hoor, die we in de gaten moeten gaan houden. Het zou mij niet verbazen als hij de rol van Marijke op zich gaat nemen straks. Kijk, Jumbo-Visma weet natuurlijk ook van ja, we kunnen hier wel echt een slag slaan voor het klassement. En dan hebben we Chris misschien wel heel hard nodig die laatste rondjes. Ja, ja, misschien waar. Alleen we hebben dit seizoen wel gezien. Chris Huizinga natuurlijk van de lange baantak van Jumbo-Visma. Harm Visser uit de marathontak. Ja, en die ploegen werken het hele seizoen eerder tegen elkaar dan met elkaar. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar goed, aan de andere kant, ze hebben natuurlijk allebei hetzelfde belang. Ze willen graag die sprint rijden. Dus mocht het gebeuren, dan kun je er ook de weinige van zeggen. Regenborg is in ieder geval al bezig met die sprint. Ze rijden vooraan in slagorde. Maar ze hebben nog maar 3 man in plaats van 5. Ja, ze hebben Victor Ramelen nog. Tenminste, ja, dat is hetzelfde verhaal als Chris Huizinga natuurlijk. Maar die zit daar ook wel in het peloton, maar die lijkt zich er niet echt mee te bemoeien ook. Maar ja, Victor Ramelen gaat natuurlijk naar de ploeg van Jumbo-Visma. Ja, dus zou een goed excuus zijn om niet mee te rijden. Nee, nou, dan kan misschien Kasper de Gier winnen komen. Die gaat natuurlijk weer naar Regenborg. En zo is dat natuurlijk altijd op dit moment in het seizoen. Er zijn al enkele transfers bekend wat dat betreft. Maar de mannen zijn over het algemeen professioneel genoeg om dat niet mee te laten wegen. Het positie kiezen is wel echt begonnen. We zien dat hier en daar wel wat geduwd wordt. Ach, dit is wel een heel zenuwachtig gedeelte in de wedstrijd. Hè. Dit was meestal het gedeelte wat ik ook niet echt heel erg leuk vond. Zeker als het tempo zo laag ligt als nu. Nou ja, we hebben natuurlijk het verleden tussen de wedstrijden door. Sprak ik Arjen Stroetinga nog even. Je hebt natuurlijk jaren gehad dat Jillet gewoon 10 ronden voor het eind zei van nou, wij geven gewoon gas. En dan had je dit gewoon een stuk minder. En kijk, Regenborg heeft nu natuurlijk maar eigenlijk nog maar een paar rijders over. Willen wel graag controleren. Dus die hebben maar één belang. En dat is gewoon dat het nu nog zeker een ronde of, nou, laten we zeggen 10, niet zo heel hard gaat. Want anders komen ze gewoon mannetjes tekort de laatste paar rondes. Dus ja, en dan krijg je heel veel duwen en trekken. Dit is niet, dat is voor niemand eigenlijk het leukste deel van de koers. Nee, in de periode van Arjen Stroetinga hadden ze natuurlijk daar ook wel de mannen voor. Ja. Met een Bob de Vries, met een tijd lang Willem Hut, met ook Jorrit Bergsma daarbij. Dat zijn natuurlijk mannen die heel lang heel hard kunnen rijden. Ja, en dat soort mannen heb je eerlijk gezegd niet meer zo heel veel, hè, in dat peloton. Echte hardrijders, dan houdt het met een handjevol hardrijders wel op. Die had je vroeger gewoon meer. Nou ja, ze kunnen nu allemaal hard rijden. Ja, dat is misschien het verschil. Je ziet er in de laatste 5 ronden heel vaak, ook al is een ploeg ja, op zijn manier al vol gas aan het geven, dan komt er toch nog gewoon een hele trein 3 ronden voor het eind weer helemaal omheen, waardoor alles weer chaos wordt. We hebben gewoon al heel veel wedstrijden gezien waarbij gewoon een man of 5 allemaal los als loszand aan het sprinten is tegen elkaar, zeg maar. In plaats van dat er een trein met 3 of 4 echte sprint aan kan trekken, zoals je dat in het wielrennen ziet, tot aan 200 meter voor de streep. Ja, we zien nu achter Holwerf de trein van Royal Ewer in formatie rijden. Die rijden daar natuurlijk met het oranje leiderspak van Sjoerd en Hertog. Die hebben daar ook Daan Gelling bij. Ook een man die dit seizoen al bewezen heeft behoorlijk snel te zijn. Dan komt de ploeg van Sprog er voorbij. Ja, met alle respect natuurlijk, maar dat zegt genoeg over hoe hard het gaat. Kijk, dit is geen team wat daar even met een topsprinter zo meteen de massasprint gaat winnen. Maar ze komen 12 ronden voor het eind nog wel op kop. En dat geeft eigenlijk ook een beetje aan dat Regenborg nog geen belang heeft om het nu heel hard te laten gaan. Die willen gewoon echt zo lang mogelijk rekken. En dan met die laatste 2 man die ze nog over hebben, die laatste 3 rondjes overbruggen. Maar goed, er komt zo wel weer een andere. Al lijkt het nu een beetje dat alle teams denken, nou wij hoeven nog even niet. Hey, het is de ploeg van Regenborg die daar in een soort van pole position zit achter die ploeg van Sprog. En dan daarachter is het Harm Visser met Robert Post. Dan zien we Luc de Haar en dan de ploeg van klassementsleider Sjoerd en Hertog. Ja, het verbaast me eigenlijk een beetje dat ze Luc de Haar hebben ze nog niet echt gevonden. De rest van het team, want dit zou natuurlijk voor hun ook wel een kans zijn om Luc af te zetten. Als het nu nog niet zo hard gaat kun je natuurlijk makkelijk je eigen sprinter opzoeken en formeren. En eigenlijk zie je overal van Bouwselek nu nog wat losse pionnen rijden, zeg maar. Ik denk ook dat Luc de Haar in de bespreking heeft gezegd en ook wat hij heel erg goed kan is het wiel kiezen van iemand, zijn positie houden en daar blijven zitten.
En ik denk eigenlijk dat Luc de Haar niet een sprinter is die helemaal vooraan moet beginnen. Die kiest het wiel van een hele snelle man, in dit geval Harm Visser. En die blijft daar zitten en die kijkt wel hoe ver die komt in die laatste ronde. Als hij zijn hele ploeg daaraan opoffert, ik denk niet dat dat heel erg succesvol gaat zijn. Luc de Haar kan dit prima alleen. Ja, maar goed, je wil ook niet dat hij te veel moet knokken voor zijn plekje al in zo'n peloton. Dus één mannetje erachter zou voor hem in ieder geval denk ik wel fijn zijn. Hij zit zelf goed. Hij zit achter Sjoerd op dit moment. En daar twee plekken voor heb je Harm Visser. Maar ik denk één man aan de kont van Luc de Haar zou toch wel fijn zijn voor hem. Ja, je ziet wel dat hij continu gezocht wordt, hè, met duwen en handjes op de rug. En dat is voor niemand fijn, hè? Ook voor Luc niet. De mannen komen weer naar de finish en dan staat het rondebord op 8. En dan gaan we zo langzamerhand echt beginnen aan die finale. En dan zien we iemand die we nog niet zo heel veel gezien hebben vandaag. Marco van der Tuin, die gaat nog een late aanval plaatsen, zo te zien. Maar ja, daar zit wel iets achter, maar ook weer niet al te veel. Hij komt er omheen. Dit is de eerste demarrage voor Lulio al, hè, voor Marco van der Tuin. Ja, die gaat alvast in de kopgroep zitten. Ja, die denkt, als ik voorop rijd, kan niemand mij ondersteboven rijden. En dan kom ik gewoon veilig hier binnen zometeen. Ja, hij raakte enkele meters los. Maar goed, er zit gewoon niet genoeg snelheid achter. Er zit niet echt snee op. En hij rijdt wel op kop. Maar een rondje 30-0 gaat in ieder geval er niet voor zorgen dat hij een gat krijgt. En hij gaat zijn dingetje doen daar aan kop van dat peloton. En je hebt gelijk, Jan-Martin. Hij stuurt straks waarschijnlijk naar rechts en denkt van, ik ben veilig, ik ga lekker richting Zweden. En ik ben in ieder geval niet gevallen hier en ik heb lekker mijn ding gedaan. En in dat peloton gaan ze ook hun ding doen. Daar aan de buitenkant zien we nu Jordi Haring met de trein van Royal Ewer. Daarachter zien we dan Robert Post zitten en er wordt wel naar elkaar gekeken hoor. Harm Visser heeft het wiel gekozen van Gerry Ekman. Ja, en net was eigenlijk Chris Huizinga de eerste pion van Jumbo-Visma. Maar goed, die komt nu een beetje in de verdrukking. Dus die wordt nu gewoon 10 plekken naar achter gereden inmiddels. Ja, en dat komt natuurlijk, wat je net ook al zei, het gaat gewoon nog niet heel erg hard. Nee. In het verleden waren we hier vaak rondjes 27, 28 al aan het rijden. Nu, als de mannen doorkomen, rijden we een rondje 30-7. Ja, en dat is gewoon nog niet hard genoeg. Het zal straks nog veel harder moeten en het zal veel harder gaan. We zien nu Mats Stoltenborg met een late aanval. Dat is toch wel verrassend hoor. Een late aanval van Mats Stoltenborg. En dit is wel wat we graag zien, Jan-Martin. Een aanval en dan krijgt hij mee. Er is pijn, Arjens. En dan gaat het hard hoor. We reden net nog een rondje 30, maar dat gaat nu een stuk harder zijn. Daar komt Mats Stoltenborg, 27-9. El Capitano erachter, hè. El Comandante. Chris en die heeft het onder controle hoor. Die denkt nou, als Mats hier door gaat trekken, dan zit ik in ieder geval goed. Gerry zal wel gezegd hebben, ik red me wel hier. Ja, en dan gaan we echt richting de finale. Want de mannen komen zo door. Nog 3 ronden te gaan. En dan valt het weer heel even stil. En dat is voor Chris Pijn-Arjens teken om het tempo op te gaan voeren. Sprinter Hekman zit in een goede positie. En dat betekent voor hem consolideren en langzaam het tempo opvoeren. Nu langzaam richting Mart Brugge te rijden, want die plaatst nog een late aanval. Daarachter zit Jeroen Janessen en daarachter zitten de kanonnen die het moeten gaan doen. De absolute topsprinters met Harm Visser, Gerry Ekman, Luc de Haar en ook Sjoerd en Hetland. En Mart Bruggink die komt als eerste door hier 2 ronden nog te gaan. Daarachter Chris Pijn-Arjens en dan de echte topsprinters die we hier verwachten. Ja, dit gaat een mooi sprintje worden hoor. De laatste pion gaat het Chris uit. Pijn die hoeft van straks niet de benen te masseren, maar de nek. Want die kijkt meer achterom. Die zit continu te kijken waar Gerry zit en of het allemaal hard genoeg gaat. En nu neemt hij gewoon zelf het commando over. Ja, dus met Chris Pijn-Arjens gaan we naar de bel. Met Chris Pijn-Arjens gaan we naar de bel. Die gaat dus eerst doorkomen. Dan daar aan de buitenkant. Harm Visser gaat heel vroeg de sprint aan. Daarachter Robert Post. Oh, en Gerry Ekman zit wat opgesloten hoor. Gerry Ekman zit opgesloten. Die moet nu helemaal buitenom. Sjoerd en Hetter gaan binnendoor. En dan zien we daar aan kop Harm Visser met zijn ploeggenoot Robert Post daarachter. Die houdt dan natuurlijk de benen stil. En die twee mannen die gaan dus eerst de laatste bocht uit. En dan is het Harm Visser hoor. Harm Visser gaat hier de wedstrijd in Groningen winnen. Hij wint 3 wedstrijden achter elkaar. Tweede wordt Robert Post. En derde Luc de Haar.
En Harm Visser doet hiermee hele goede zaak in het klassement. Want die gaat ineens naar de leiding. En dan dat flesje Scrabbelaar, ja, meteen. Moet je leveren. Ja, maar dat geeft hij. Gun ik je. Harm Visser dus. Machtige sprint van hem. Hij ging heel vroeg de sprint aan. De rest van de sprinters keken nog naar elkaar. En een mooie overwinning voor de Vries. Hij wint hier voor zijn ploeggenoot Robert Post. En derde wordt Luc de Haar. Nou, jouw pion die zat toch ook goed van voren? Ja. Nee, maar Luc zit het hele jaar er al bij. Alleen, ik denk dat het van Robert Post ook de snelste sprint van dit hele jaar was. Ja, echt een mooie sprint. De laatste ronde 26-1. Dat is toch een prima rondje? Ja. Nee, ja, niks op aan te merken. Gewoon goed gedaan. Ze hadden eigenlijk ook alles mee. Want er waren allerlei andere mensen die alles aantrokken. Jumbo is zelf eigenlijk niet op kop geweest tot aan de bel. En dat is natuurlijk ideaal. Ja, een mooie ontknoping van een hele lange schaatsdag hier in Groningen. Hiermee sluiten we vandaag af. Jan-Martien, bedankt. Ja, graag gedaan. Ik zal de Scrabbelaar even halen. Ja, met Harm Visser hier als overwinnaar in Groningen. En de nieuwe leider in het klassement zeg ik tot volgende week. Volgende week, aanstaande donderdag al. Want dan zijn we vanuit Luleå met de livestream. Dus donderdag een nieuwe livestream. Dan vanuit Luleå. 2 weken later dan de finale van de Marathon Cup in Leeuwarden. Met in het oranje leiderspak Harm Visser. Voor hier... einde bericht.